Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Zo, goedemorgen iedereen, ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Greven. Meneer Greven, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties. Daartoe behoren ook incidenten die daar plaatsvonden. En onze commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wie er verantwoordelijk voor zijn. En vandaag gaan wij verder met de casus Vestia. De focus van vandaag ligt op de direct betrokkenen bij de vele derivatenovereenkomsten tussen Vestia en de banken. En behalve over de omvang gaat het ook over de samenstelling van die portefeuille en de risico's die daaraan verbonden waren. In dat kader, meneer Greven, wordt u gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede en u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Staat u op. Dan zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Greven. Neemt u plaats. Ik verzoek u de microfoon gewoon aan te laten staan, gedurende het hele verhoor. U laat u bijstaan door de heer Koops. Ik wijs u erop dat u zelf de vragen van de commissie dient te beantwoorden. Wij gaan beginnen, meneer Greven. Vestia is in de zomer van 2011 in zeer grote financiële problemen geraakt door verkeerd gebruik van derivaten. En die portefeuille was met name in september 2011 dermate groot dat Vestia na een daling van de rente niet meer kon voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. En op 18 juni 2012 wordt uiteindelijk die totale portefeuille aan derivaten afgekocht. Het Vestia-debakel is enorm. Uiteindelijk verdampt er daarmee 2 miljard euro aan maatschappelijk vermogen. En dat is geld dat niet meer geïnvesteerd kan worden in sociale woningen, achterstandswijken, etc. En dat is dus geld dat ook deels door huurders in heel Nederland opgebracht moet worden. Meneer Greven, u was als financieel tussenpersoon betrokken bij het sluiten van vele derivatencontracten tussen Vestia en banken. Daarbij zijn ook forse bedragen door u zelf verdiend. Daarnaast bent u verdachte in een daarmee samenhangende fraudezaak. U wordt ervan verdacht dat u als tussenpersoon een deel van de door de banken betaalde fee doorbetaalde aan de heer De Vries, de voormalige kasbeheerder van Vestia. En in dat verband, meneer Greven, heeft onze commissie vragen aan u over hoe die contacten bij Vestia ontstonden, hoe de transacties tot stand kwamen en wie er allemaal bij betrokken waren en ook wat de constructie van fee-betalingen was. Oké. Okay. Goed, we beginnen, meneer Greven, op het moment dat u zelf nog bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de BNG, werkte. U werkte daar bij de sector volkshuisvesting, als onze commissie dat goed heeft begrepen. En dan hebben we het over halverwege de jaren 90. Op welke wijze had u bij BNG, Bank Nederlandse Gemeenten, contact met woningcorporaties? Ik was relatiebeheerder. Ik zat in een accountteam met 3 personen. En namens de BNG onderhielden wij
contacten met name grote corporaties. Ik zat in een accountteam die de grotere corporaties beheerde. Kunt u al voorbeelden noemen van corporaties waar u toen zaken mee deed? Maar een van de grotere in die tijd is bijvoorbeeld Woningbedrijf Rotterdam. Dat was toen de grootste corporatie, ik meen met 40.000 wooneenheden. Woningbedrijf Den Haag was er ook eentje van. Wanneer ging u weg bij BNG? Wat was uw volgende functie? Ik ben toen gevraagd om bij Heten en Rutte te komen werken, een geldmakelaar in Amsterdam. En daar ben ik op de kapitaalmarktdesk terechtgekomen om daar te bemiddelen tussen financiële producten, tussen banken en verzekeraars en pensioenfondsen en woningbouw, met name woningbouwcorporaties. Dus ook in die functie had u weer contact met woningcorporaties? Ja. Wanneer ging u uiteindelijk voor uzelf aan de slag? Ik meen dat dat ergens rond het jaar 2000 is geweest. En waren toen ook alweer woningcorporaties uw klanten? Ook, ja. Ik ben toen voor mezelf gaan werken. Ik ben toen handelspartner geworden voor de bank Oppenheim in Keulen, grote privaatbank die met name in beleggingsfondsen actief was. En ik onderhield contact met corporaties, maar ook met de private markt. Maar ik bleef mij toch redelijk focussen nog op woningbouwcorporaties, omdat die veel liquiditeiten over hadden die belegd dienden te worden. Mm-hmm. Hoe kwam u daarna meneer De Vries tegen, de voormalige kasbeheerder van Vestia? Meneer De Vries ben ik al tegengekomen bij Heten en Rut. Ik had in der tijd contact met Kees Wevers, de heer Wevers. Die vertelde mij op een gegeven moment dat er iemand vanuit het gemeentelijk accountantbedrijf zou komen te werken bij het woningbedrijf. En dat was Marcel De Vries. En eigenlijk is hij vanaf dat moment het contactpersoon geworden, maar ook gebleven bij Vestia en zijn voorgangers. Dus vanaf welk jaar was dat, dat u hem tegenkwam? Ik weet dat niet meer precies, maar ik denk dat dat ergens in 98 is gebeurd. In de begintijd ook van meneer De Vries bij Vestia, zeg maar. Ja, ja. Over wat voor type producten had u toen contacten met De Vries? Het enige wat mij nog echt bijstaat is dat ik met de heer Wevers deposito's uitzette bij andere woningbouwcorporaties. Zij trokken geld aan, kasgeld aan, of zij hadden liquiditeiten over. En die werden met een bepaalde marge weggezet bij andere woningbouwcorporaties. Ik weet het niet precies zeker, maar ik denk dat ik dat met Marcel De Vries ook heb voortgezet. En daarnaast, maar dat weet ik echt niet meer zeker, zullen er ook wel bepaalde leningen zijn afgesloten. Waarvoor ik, of CQ Heten en Rut, bemiddeld heeft. Dus in die tijd, toen u bij Heten en Rut zat, toen u stond daar op de loonlijst? Ik stond op de loonlijst van Heten en Rut, ja. Ontving je in die tijd zelf al fees voor diensten aan Vestia? Geen fees, je kreeg aan het einde van het jaar wel een bonus, om het zo maar te zeggen. Maar het was niet heel erg duidelijk dat je kreeg in ieder geval geen transactiegerelateerde fees. Mm-hmm. Daarna maken we de stap naar uw zelfstandig bestaan en uw werkzaamheden voor het Oppenheimfonds. Ja. Je was toen al zelfstandig, hè? Ja, in de tijd van Heten Rut raakten wij al in contact met Oppenheim. Heten zou ook een agentschap krijgen voor Oppenheim. Maar bij Heten ging het in die tijd al heel erg slecht. Een aantal maanden daarna is Heten Rut ook failliet gegaan. En dat is ook de reden geweest waarom ik heb besloten om zelfstandig te gaan werken. Mm-hmm. Dus had ik een eigen BV en die eigen BV had een zogenaamde remisé-overeenkomst met Oppenheim. En dat hield in dat ik klanten moest aanbrengen bij Oppenheim. En u bracht ook Vestia als klant aan bij Oppenheim? Ja. En dat kwam door uw contact met Wevers en De Vries? Met Marcel De Vries. Met Kees Wevers heb ik toen eenmaal Marcel De Vries werkzaam was, heb ik met Kees Wevers geen contact meer gehad.
En toen u Vestia aanbracht, zoals dat zo mooi heet, bij Oppenheim, ja. Kreeg u daar toen ook al een fee voor het aanbrengen van klant Vestia? Nou, niet per se voor het aanbrengen van de klant, maar wel op het moment dat zo'n klant beleggingen gaat doen, dus fondsen gaat aankopen, dan kreeg je en heb ik ook een fee gekregen daarop. Ja. Die producten waar we het net over hadden, dat uitzetten van kasgeld voor een rentespread en die leningen waar u toen al bij bemiddelde. Ja. Kan onze commissie stellen dat die producten eind jaren 90 een soort opmaat vormden voor de latere derivaten die hun intrede deden in de sector? Nee, niet de derivaten, maar wel het beleggingsstuk van Vestia. En naast ik heb de commissie ook al verteld dat de fees die ik ontvangen heb, pak een beet voor 3/4 te herleiden zijn naar de derivaten. En ik denk 1/4 te herleiden zijn naar beleggingsproducten. Mm-hmm. Wanneer begon u zelf met derivaten iets te doen? Ik denk dat rond 2005 ergens is geweest. Het zijn soms vrij ingewikkelde renteproducten. Ja. Hoe kreeg u kennis daarvan wat dat allemaal was en wat mensen daarmee zouden moeten kunnen? Door veel met de banken te praten en goed te luisteren. U heeft zelf geen achtergrond op dat gebied? Nee. Wanneer begon Vestia uiteindelijk met derivaten? Ik denk ook rond die tijd. Hoewel ik heb begrepen dat ze wel al derivaten in der tijd in de portefeuille hadden. Maar zover ik nu weet, ben ik daar niet mee bezig geweest. Ik denk dat die derivaten in der tijd voortgekomen zijn die Vestia al had uit de fusiepartners die Vestia erbij kreeg. Kunt u ons een beeld schetsen van de manier waarop u in die beginperiode Vestia adviseerde en met de Vries in die tijd al overleg voerde? Hoe ging dat in de praktijk? Ik wil graag wel stellen dat ik Vestia nooit geadviseerd heb. Ik heb Vestia geïnformeerd over de producten die er aanwezig waren in de markt. In het begin zijn wij niet met derivaten bezig geweest, maar zijn we met zogenaamde gestructureerde leningen bezig geweest. Wat we van de week ook al hoorden in het bezoek van de heer Erens hier, waarin werd ingegaan op de leningen van communaal krediet. Mm-hmm. In mijn ogen is dat het begin geweest van echte gestructureerde producten. En dan heb ik het niet over de rolloverleningen met een cap erop, want die zijn nog relatief eenvoudig. Maar de eerste gestructureerde leningen van communaal krediet waren, ja, laat ik het zo zeggen, zeer gestructureerd. Mm-hmm. Waarbij zelfs in het begin leningen werden afgesloten die in het begin een open eind hadden. En waarbij geen cap aanwezig was en waarbij ook nog eens een keer een enorme malusfactor aanwezig was. Dat die rente echt explosief de lucht in zou kunnen. Hoewel dat niet werd aangenomen, natuurlijk ook geadviseerd vanuit de bank, want die verzonden dit soort producten. Mm-hmm. En het aparte was dat het WSW die leningen ging borgen, deze gestructureerde couponnen. Zoals van communaal krediet. Ja. En dat is ook de reden geweest waarop Fortis erbij kwam. Die zei, wat zijn jullie daar aan het doen? Daar komen we straks op, meneer Greven. Ja. Nog even concluderend. U zegt net zelf in het begin, toen u kennis maakte met Vestia, eerst Wevers en na de Vries, waren ze al bezig met dat kasgeld uitzetten bij collega-coöperaties. Ja. Zou je kunnen zeggen dat Vestia in die tijd al een soort van bankaire activiteit ontwikkelde? Ja. Vond u dat zelf niet vreemd eigenlijk voor een woningcoöperatie? Ik begrijp uit uw woorden dat ze dat geld zelf eerst moesten aantrekken. Ja. Ze hadden niet gewoon op de rekening staan. Dat weet ik niet zeker, ook. Maar ik weet ook dat ze kasgeldlijnen hadden. Ook voor grote bedragen. Bij de BNG voor 130 miljoen op Euribor flat. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een heel goedkoop tarief. En als je het dan op Euribor plus 100 kan uitzetten, ja, dan zit daar toch een hele aantrekkelijke marge op en dat werd gedaan.
Maar zover ik nu nog weet, hebben meerdere corporaties dat gedaan. Het was niet alleen Vestia, maar Vestia, doordat ze al heel groot waren en inderdaad al over behoorlijke kredietlijnen beschikten, konden ze dat wat meer doen als andere corporaties. Maar anderen deden het ook. Anderen deden dat ook, andere corporaties. Andere corporaties. Het uitzetten van geld bij weer andere corporaties. Ja, ja. Er waren corporaties die ronduit zwak stonden. Mm-hmm. Corporaties bij Lelystad en dergelijke, die hadden toch wat moeite om zichzelf te financieren. En daar ging dat geld vaak naartoe. Mm-hmm. Of corporaties die kasgeldlijnen bij banken hadden, die dus een stuk duurder waren als bijvoorbeeld bij Vestia. En probeerde op die manier goedkoper geld te krijgen bij andere corporaties. Dus het initiatief kwam ook wel eens van de andere kant, van die andere corporaties? Die vraag kwam bij andere corporaties vandaan, meestal. Mm. En dan gingen wij bellen bij corporaties van, goh, hebben jullie geld over om daar wat geld weg te zetten? Ja. Waren vaak wel voor beperkte looptijden. Ja. En dan praat ik over 1 of 2 maanden. Mm-hmm. Even een punt van orde. De airco staat volgens mij erg hoog. Mijn vingers vriezelden hier vanaf. Kan iemand even dat regelen? Ja. Goed, meneer Greven. We gaan door naar de tijd dat u samenwerkte onder de handelsnaam FIFA Finance. Ja. Dat bestond uit 3 partners. Naast uzelf waren dat meneer Leroy van Dijk en de heer Remco Postuma. Mm-hmm. Kunt u iets meer vertellen over FIFA, hoe dat in elkaar stak? Ja. Achtergrond, samenwerking. Ja, zoals ik al vertelde ben ik een aantal jaren zelfstandig actief geweest voor Oppenheim. Ik kwam, denk ik rond 2002, kwam ik Leroy van Dijk tegen op een verjaardag. En wij kwamen in gesprek over onze beider achtergrond. Hij vanuit het WSW, ik vanuit de BNG en wat we aan het doen waren. En daar was een duidelijke klik. En hij vertelde mij dat hij vanuit het WSW opdracht had gekregen om geldgevers te gaan zoeken in het buitenland. Hij was toen onder andere tegen Communal Krediet aangelopen. En hij vertelde mij ook dat hij heel graag leningen wilde gaan sluiten met woningbouwcorporaties. We zijn daar toen later hebben we daar samen over gesproken om dat samen te doen. Leroy van Dijk heeft toen ontslag genomen bij het WSW, met goedkeuring overigens van de heer Erens, omdat Communal Krediet heel graag die leningen wilde doen, maar niet wist hoe ze bij die corporaties moesten komen. Voor alle duidelijkheid, meneer Erens was toen directeur van het WSW. Ja. Was hij ook de baas dan van Leroy van Dijk? Op het moment dat Leroy bij het WSW werkte, was de heer Erens zijn baas. Ja. Okay. En Leroy heeft toen de BV Viva Finance BV opgezet. En heeft toen een agentschap gekregen van of met Communal Krediet. En dat hield in dat hij een vaste onkostenvergoeding kreeg van Communal Krediet. Plus een transactiegerelateerde fee van Communal Krediet. Daar is eigenlijk ook het begin ontstaan, ook dat wij ons hebben laten betalen door de banken. Het motto was namelijk dat de bank winst maakte en degene die winst maakte, die zou de bemiddelingsfee moeten betalen. Hij had een exclusief contract en hij mocht ook vanuit dat oogpunt ook geen zaken doen met andere banken. Ik wel. Ik had een eigen BV, dus ik mocht wel zaken doen met andere banken. En we zijn het eerste jaar zijn we wel samen opgetrokken, maar min of meer nog onafhankelijk van elkaar. Maar na een jaar hebben we besloten om echt samen op te trekken en heb ik hem gevraagd of ik Viva Finance als handelsnaam mocht gebruiken. Om in ieder geval naar buiten als 1 bedrijf of 1 gezicht op te treden. Hoe heet uw eigen BV? Greven Invest BV. Okay. In die tijd heeft Jaco Groeneveld van Fortisbank ons ook benaderd. Die hoorde dat wij met exotische gestructureerde leningen bezig waren. En die zei, dat kan ik ook wel. Want wat is nou het punt met gestructureerde financieringen? Daar zit veel meer marge op. Dus normale standaard financieringen,
Daar kunnen banken niet op concurreren richting de Nederlandse Waterschapsbank en de BNG. Dat lukt gewoon niet, omdat de BNG en NWB zichzelf zodanig goedkoop vinden dat andere commerciële banken daar niet tegenaan kunnen. Want de prijzen die voor woningbouwcorporaties golden, die leningstarieven lagen lager als de fundingstarieven van heel veel andere commerciële banken. Mm-hmm. Maar dat golde niet voor die gestructureerde financieringen. Daar zat veel meer marge in. En toen heeft met onder andere Fortis, zijn toen ook gestructureerde financieringen gaan doen. En daarom kwam meneer Groeneveld bij u? Ja. Die werkte toen bij Fortis? Ja, die heeft zich bij ons gemeld. Van welk jaar spreken we? Ik denk 2004, 2005 ergens, ook in die tijd. En wat wilde Groeneveld precies van u en meneer Van Dijk? Hij wilde weten wat voor financieringen wij aan het doen waren. Hij had ze al gezien bij een corporatie. Hij gaf ook aan, ja jongens, die zijn wel heel erg gestructureerd. Dat kan heel anders. En hij kwam met een aantal andere gestructureerde voorbeelden, financieringsvoorbeelden, mm-hmm. die er heel erg mooi uitzagen. En wij hebben toen ook verteld dat wij ons door communaal krediet lieten betalen. Toen zei hij, nou dat mag voor Fortis ook geen probleem zijn. En toen hebben wij ook een bemiddelingscontract of een remisé-overeenkomst met Fortis gekregen. Dus wij dat zijn geen probleem zijn, daarmee bedoelde Groeneveld te zeggen dat ook Fortis wel fees zou betalen aan FIFA Finance. Ja. Had u de indruk dat Groeneveld echt vanuit Fortis bezig was of iets voor zichzelf wilde? Nee, hij was op dat moment zeer zeker voor Fortis bezig. Absoluut. Akkoord. Even terug naar meneer Postuma. Hoe kwam u die tegen, die derde? Remco die bestempelt u ook als partner van FIFA. Dat is pas in een later stadium is dat gekomen. En dan praat ik over 2008 aan 9, denk ik. Remco heeft dezelfde achtergrond als ik. BNG is ook met mij meegegaan uiteindelijk naar Heten en Rut. Ik heb ook samen met Remco Postuma het Oppenheim-stuk behartigd in de eerste jaren. Ik heb die samenwerking met Remco verbroken. Wanneer? En ik denk in 2003. En ik in die Oppenheim-tijd? Aan het einde een beetje van mijn Oppenheim-tijd. Ja. Dat einde, althans wanneer ik mij ging concentreren meer weer op het leningstuk en woningbouwcorporaties met Leroy van Dijk, toen heb ik gezegd, daar ga ik mee verder. Mm-hmm. Remco is daarna met name toch nog met Oppenheim doorgegaan, maar onderhield ook nog contacten met woningbouwcorporaties. En in de loop der tijd bracht hij ook woningbouwcorporaties en transacties bij ons aan. En daar kreeg hij een gedeelte van de fee van. En later is die officieel in die zin dat hij ook het FIFA-label mocht gebruiken om zichzelf neer te zetten bij woningbouwcorporaties. Maar dat is pas in de laatste, paar jaar is dat gebeurd. Ja, dus in de beginjaren van FIFA werkte u met Leroy van Dijk. Ja. Remco Postuma kwam erbij. Die hobbelde mee, om het zo maar te zeggen. Maar officieel als partner binnen de handelsnaam FIFA ergens weer vanaf 2008. Ja. En hoe ging dat nu? U had allemaal uw eigen BV. Ja. Eentje ervan heette ook FIFA Finance BV. Die van Leroy, ja. Die van Leroy van Dijk. En samen gebruikte u als handelsnaam ook FIFA Finance. Ja. Zonder de toevoeging BV. FIFA Finance, ja. En dat als was handelsnaam. Zo heb ik dat ook bij de Kamer van Koophandel ook laten registreren als handelsnaam. Ook voor uw eigen vennootschap Greven Invest BV. Ja. En die samenwerking, hoe verliep dat precies? Ieder had dan zijn eigen klant op zijn eigen BV of werd er onderling wat afgetikt of verdeeld? Er werd eigenlijk bij elke klant was er een soort afspraak hoe er een bepaalde verdeling plaats zou vinden. En Leroy en ik hadden de sterkste verdeling. Alles wat overbleef, dat verdeelden we. Het was wel zo dat wij ons netwerk wel onze eigen klanten, maar we konden allemaal die klanten te woord staan en helpen, maar daar was er vaak eentje die het hoofdaanspreekpunt was. Mm-hmm. En ik heb met name
En dat komt mede door mijn contacten met Vestia. Heb ik met name de banken heb ik een groot aandeel in gehad in de contacten die ik daarmee onderhield. Mm-hmm. Maar even een concreet voorbeeld dan. We komen zo op Vestia. Ja. Als u dan met Vestia een bepaald contract afsloot. Ja. En dat leverde een fee op van banken. Ja. We gaan er straks nader op in. Die fee die kwam ten goede van FIFA Finance, het samenwerkingsverband? Nee, die kwam ten goede, want alle bankcontracten die er waren stonden op mijn BV. En dat is ontstaan door het feit dat Leroy van Dijk in het begin het contract van communaal krediet had en geen andere bankcontracten aan mocht gaan. En ik mocht dat wel. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het ontstaan geweest dat die bankcontracten altijd op mijn BV zijn gesloten. Dus uiteindelijk alle contracten ook met Vestia liepen allemaal via Greven Invest BV? Ja. En als daar dan een fee op volgde van banken, welk bedrag ging er dan naar partners van FIFA, zoals Van Dijk? Geen. Behalve de leningen heeft hij een stuk van gekregen. Dat is zo ontstaan, doordat ik, toen ik Leroy van Dijk tegenkwam, had ik Vestia al als klant bij Oppenheim. En toen heb ik tegen Leroy gezegd dat mijn opgebouwde deel was, dat contact. En dat is altijd zo gebleven. Mm-hmm. En daar ging hij ook mee akkoord. Behalve Vestia waren er andere grote corporaties klant, als ik dat zo even noemen mag, bij FIFA. Zeker u bemiddelde FIFA ook voor andere klanten met banken? Ja, absoluut. Kunt u daar namen van noemen? Een van de grotere is bijvoorbeeld Portaal. Ja. De Kei in Amsterdam. Ja. Stadgenoot. En heel veel, ook kleinere corporaties. En dat ging ook over derivaten? Dat ging zeker ook over derivaten, ja. En die corporaties die gebruik maakten van, of waarvoor FIFA ook aan de slag ging, hadden die allemaal een relatie met uw BV ook, die woningcorporaties? Of zaten die ook bij de BV's van Van Dijk of later Postuma? Nou, het aparte is dat geen van die corporaties een relatie hadden met onze BV's, want wij zijn niet door corporaties betaald. Mm-hmm. Wij zijn door banken betaald. En die banken dan, die uiteindelijk ook derivaten via u als tussenpersoon aan andere corporaties verkochten, ja. Die contracten met die banken, liepen die allemaal via uw BV of kwamen die ook wel eens bij Van Dijk en Postuma? Het enige wat mij bijstaat is dat Leroy een voorcontract heeft gekregen. Dat is officieel nog ineens getekend volgens mij met ABN AMRO. En dat komt omdat ik in die tijd op vakantie was. En dat Leroy zei, nou ja, dan zetten we maar even op mijn BV. Maar de rest van alle contracten zijn op mijn BV gezet. En die andere partners van FIFA Finance, die waren ook op de hoogte dat u dat allemaal zo deed met die banken? Ja. Kunt u de commissie iets vertellen over de bedragen die daar in die diverse jaren mee gemoeid waren qua omzet op die contracten en de winst voor uw BV of voor FIFA? Ja, die liepen, laat ik zeggen, zeer op. Dat was in het begin, praten we over, en ondanks dat dat ook al behoorlijke bedragen zijn, over een paar honderdduizend euro. En volgens mij heeft mijn BV in een topjaar, ik denk dat het in 2008 of 2009 is geweest, iets van 7 miljoen heeft gekregen van de banken. Uw eigen Greven Invest BV? Ja. Goed, we komen straks nog op meneer De Vries en uw contacten precies met hem. Ja. Hoeveel corporaties uiteindelijk heeft u voor, bemiddeld, voor hoeveel corporaties bent u uiteindelijk tussenpersoon geweest, kijken naar banken? Dat is, vind ik, een moeilijke vraag, maar als ik een inschatting mag geven, denk ik dat dat ergens tussen de 50 en de 80 corporaties zijn geweest, denk ik. Maar de nadruk lag wel op een kleinere groep, grotere corporaties. Mm-hmm. Maar we hebben met name in het leningstuk, met bijvoorbeeld de basisrentelening, en daar hebben we heel veel corporaties bij bediend. Dus daardoor is die doelgroep wel heeft zich erg vergroot. Als we alleen naar derivaten kijken? Dat was een vrij beperkte groep en ik denk dat zo, 15, 20 corporaties.
als we ons beperken even tot dat stuk, mm-hmm. hoeveel winst heeft hij nou in totaal op die activiteiten verdiend? Op uzelf? Oh, nou ja. Ik denk dat Vestia ongeveer 70-80% van de omzet was van mijn BV. Mm-hmm. Maar dat was ook voor de banken zo. En dat kan je ook wel herleiden uit het volume wat Vestia heeft afgesloten. En de rest kwam bij andere corporaties vandaan. En wat voor bedrag spreken we dan? Wat die fees in totaal? Dat weet ik echt niet. Ik weet niet, ik kan dat niet precies herleiden. Wat nou naar wat bij andere corporaties is verdiend en bij Vestia. Maar ja, wat ik net al zei, 70-80% kwam bij Vestia vandaan. Collega Bashir die komt er ongetwijfeld nog op terug. Ik geef het woord aan hem. Oké. Okay. Meneer Greven, onze commissie wil graag weten hoe de transacties tussen de banken en de woningcorporaties tot stand kwamen. Ja. Kunt u voor ons beschrijven wat uw werkzaamheden nou precies inhielden? Hoe werd er bemiddeld tussen banken en woningcorporaties? Ja. Wij hielden onder contact met en de banken en de woningbouwcorporaties. Wij inventariseerden bij de woningcorporaties wat hun behoeftes nou precies waren, wat ze graag wilden, waar ze geïnteresseerd in waren. Wij vertelden wat de mogelijkheden waren. En afhankelijk van wat de wensen van corporaties waren, hebben wij aangegeven bij de corporaties of het oké was dat we bepaalde banken daarvoor gingen inschakelen, bij betrekken in het hele proces. Naar aanleiding van onze, ja, laat ik het zo zeggen, expertise bij andere corporaties wisten we wel welke banken waar ze goed in waren. En wij brachten deze banken en de corporatie met elkaar in contact. Want u zei net ook dat u niet adviseerde, maar slechts bemiddelde. Ja, nou bemiddelde, ja. Kunt u vertellen waar nou het verschil in zit? Ja, dat is een hele goede vraag. Het adviseren is dat je heel duidelijk een rapport schrijft en zegt u moet dit en dit doen naar aanleiding van uw verhaal. Wij hebben bij corporaties aangegeven, u heeft die en die vragen en wij weten dat die en die bank daarop goed zou kunnen inspelen. En wij brachten die bank en die corporatie aan tafel bij elkaar, zodat de bank op dat moment zijn adviserende rol zou over kunnen nemen, waarbij wij vaak wel aanwezig waren en probeerden dan ook een bepaalde vertaalslag te maken vanuit wat er bij de bank werd verteld richting de corporatie. Want het vakjargon van banken was vaak nogal wat, met name die internationale banken was nogal iets wat die corporaties niet altijd begrepen. En vaak kwamen die vragen dan weer terug bij ons. Ja. En dat probeerden wij dan inhoud aan te geven. En wie introduceerde eigenlijk wie? Was u degene die de woningcorporaties bij de banken introduceerde of was het andersom? Wij introduceerden de banken bij de woningbouwcorporaties. Ja. Ja. En werden de mensen bij de woningcorporaties ook wel eens in de watten gelegd? Bijvoorbeeld kregen ze bepaalde zaken om ze toch een beetje... Dat is een goede vraag. Later, als een corporatie eenmaal transacties aan het doen was, ja, dan werden er zeker wel uitjes en dergelijke bezoeken in Londen voor klanten georganiseerd, waarbij ze in de watten werden gelegd, absoluut. Ja, en wie deed dat? Waren dat de banken of ook FIFA? Nee, dat waren de banken. Wij hebben dat zelf nooit gedaan. Kunt u misschien voorbeelden noemen? Voorbeelden waarvan? Wat ze deden? Wat bijvoorbeeld allemaal gebeurde? Uitnodigingen voor Wimbledon, luxe, of laat ik het zo zeggen, uitgebreide lunches, CQ diners, voetbalwedstrijden. Internationaal, Roland Garros, concerten,
seminars in Monaco, waarbij ik af kon vragen waarom dat nou op zo'n mooi plekje moest gebeuren. Dat soort dingen. En kunt u misschien ook de namen noemen van banken die daar die dat toch deden? Het meeste mee bezig waren? Dat was Deutsche Bank, die was daar groot in. Dat was BNP, die deed daar ook heel veel in. En Nederlandse banken? Moet ik even nadenken. Ik heb gehoord, maar dat is uit tweede hand, dat de Rabobank daar ook wel actief in was. Fortis, met name in... Fortis deed dat ook. Maar met name in etentjes en dergelijke. Ja. Ja. En wat was uw indruk? Hielpen dit soort dingen om woningcorporaties aan zich te binden? Nou, het verstevigde wel de relatie met de bank, ja. Ja. En wat was eigenlijk de houding van het Waarborgfonds, het WSW? Nou, die gaf het voorbeeld dat zeker kon, omdat ze zelf voorop liepen hierin. Zij gingen ook mee met al dit soort... Ik heb uit de wandelgangen gehoord dat zij op al die plekken die ik net noemde... en ook toch in zekere mate aanwezig waren. Ja, ja. En ook de heer Rink van het WSW? Ja, met name de heer Rink, ja. Ja. Maar ook Roland van der Post. Ja. Ik heb bijvoorbeeld één keer te horen gekregen dat Roland van der Post... samen met meneer De Vries in een privéhelikopter van de Rabobank zat... om zich laten af te zetten bij de Tour de France. Dus daar zaten ze met z'n tweetjes in. Dan de houding van het Waarborgfonds ten opzichte van derivaten. Hoe ging het Waarborgfonds daarmee om? Ja, ik heb een hoop verhalen afgelopen 2 jaar gelezen en gezien. Maar zoals ik u net al vertelde, was het WSW, daar is het allemaal mee begonnen, altijd op zoek naar... nieuwe financieringslijnen. Dat heeft u heer Erens van de week ook uitgebreid horen vertellen. Het waarom, daar kunnen we onze vraagtekens bij zetten. Omdat volgens mij de woningbouwsector, met name door de BNG en NWB2, uitstekende financieringsvehikels heeft. Maar er is altijd een soort, hoe zal ik het zeggen, machtsstrijd geweest... En het WSW is altijd op zoek geweest door middel van kolonnade, MTN-programma's, om andere financieringslijnen op te pakken. Want door dat MTN-programma waar ze zich in de jaren, vanaf 2008 zijn ze heel erg met een eigen MTN-programma bezig geweest. Maar het gevolg daarvan is dat de corporatie wel derivaten moet doen. Omdat MTN-programma's hebben vaak een looptijd van 3 tot 7 jaar. En corporaties hebben nou eenmaal door hun onderliggende bezit gewoon langere rentehedges nodig. Maar wat dan de insteek was, ook volgens het WSW, is dat bijvoorbeeld ze een 6-jarig MTN uit de markt trokken... die men een zogenaamde receiver swap, de corporatie zelf, moest neutraliseren. En daaroverheen werd dan weer een langere renteswap heen gezet. Dus het WSW promoten in dit geval heel erg het hele swap gebeuren. Ja. Het EMTN, dat is het korte termijn schuldpapier. Medium term note programma, ja. Ja. En dat hebben ze altijd gepromoot. En ja, ik zie de laatste jaren, zie ik dit hele verhaal niet terug. Dat zij, swaps, dat was het. En ook de banken, die zagen met name dus de commerciële banken, die zagen dit verhaal natuurlijk helemaal zitten. Die zagen en het plaatsen van die MTN'en natuurlijk, vonden ze prachtig. En al die swaps die daaraan vast gingen hangen, dat was gewoon heel veel omzet. De BNG en de NWB hebben hier terecht heel erg tegen geageerd. Waar zijn zij nou mee bezig? Want eigenlijk, wat ik u net kenschetste, is dat de BNG en de NWB, die doen dit voor corporaties. Die trekken kort geld aan, zetten het lang uit. Dus die doen dat als bank zijnde al. En daar hoort het eigenlijk ook. Meneer Greven, u had het net over een gestructureerde lening van communaal krediet. Ja.
Kunt u voor ons uitleggen wat voor product dat was? Nou, zonder al te veel de techniek in te gaan. Nou, ja. Het mooie is dat de heer Erens vorige week al, of volgens mij was de heer Van Vliet die al aangaf, een gestructureerde lening die gebaseerd was op de Zwitserse rente. Die was op dat moment heel erg laag, ik meen 0,25%. En wat eigenlijk de insteek was, is dat je een malusfactor had van bijvoorbeeld 4, waardoor de corporatie in de eerste 2 jaar dus 1% ging betalen. Maar de kans was zeer groot aanwezig dat op het moment dat de Zwitserse rente naar 2% zou stijgen, dat de corporatie 8% ging betalen. Die eerste periode was niet gecapt. Ja. Nou, en dat is eigenlijk een leningsvorm die daarna nooit meer is opgezocht, is omdat die gewoon niet voldeed aan de voorwaarden die het WSW later altijd heeft gesteld, dat een product altijd een maximale rente moet hebben. Maar toen dit product er kwam, heeft het waarborgfonds het wel geborgd? Die heeft het geborgd, ja, absoluut. Ja. En u had het net ook over de heer Van Dijk. Ja. Werd hij eigenlijk door de WSW aangespoord om hiermee aan de slag te gaan? Ja. Hij heeft mij altijd verteld dat hij dit in overleg heeft gedaan met de heer Erens. En die zei, Leroy, ga dat doen. Het is leuk voor je, goed voor je. En het is goed voor de sector, nieuwe financier erbij, dat klopt. Maar of het WSW heeft gezien, en dat geldt eigenlijk voor de rest van de looptijd, om het zo maar te zeggen, of ze zich hebben gerealiseerd wat voor producten er nou precies allemaal gesloten werden, dan kunnen we daar wel vraagtekens bij zetten, laat ik het zo zeggen. Ja, want als we het over de risico's hebben van het product voor de corporatiesector, dan zijn die groot. In dit voorbeeld zeker, ja. Want En als we bijvoorbeeld gaan kijken, optionaliteit is een belangrijke issue, denk ik, in de Vestia-portefeuille. Maar een detail is dat de eerste optionaliteit werden verwerkt in de zogenaamde extendable leningen, verstrekt door Fortis. Fortis is daarmee begonnen. En daar zat gewoon een open optiepositie in verwerkt, in die lening. En die extendable leningen, daar praten we niet volgens mij over miljard, daar zijn vele miljarden van afgesloten, geborgd door het WSW. Later zijn ook de BNG en de NWB, door de concurrentie die ze vanuit Fortis kregen, zijn ze het ook gaan doen. Omdat ze zagen dat ze een behoorlijk marktaandeel kwijtraakten aan Fortis, zeiden ze van nou, dat moeten we dan ook maar gaan doen. Maar er zijn vele extendable leningen afgesloten. Ik denk dat u dat misschien beter weet als ik, maar dan praten we echt over miljarden. En wat is, denkt u, de reden dat het Waarborgfonds dit soort dingen heeft gestimuleerd? Meerdere geldgevers. Punt. Meer is het niet. Ja. Ze wilden gewoon een niet afhankelijk zijn van de BRG en NWB. En ze kunnen zelf het beste uitleggen waarom ze dat niet wilden. Dan het Waarborgfonds zelf. Wie keurde daar eigenlijk nieuwe producten goed? Zover ik weet was dat de juridische afdeling van het WSW en Martijn Rink. En had de heer Rink voldoende kennis over derivaten? Nee. En hoe kan het dan dat hij dan wel dit soort producten goedkeurde? Het zag er mooi uit. Achteraf gezien denk ik dat we allemaal veel te weinig kennis hebben gehad van derivaten. En de enige die daar kennis van hebben gehad, zijn de banken zelf. Weet u misschien ook of er producten zijn geweest die de WSW heeft afgekeurd? Nee. Ze gaven aan, het enige wat aan werd gegeven, het WSW gaf maandelijks aan op hun website wat de maximale rente mocht zijn. En binnen dat stramien moesten gestructureerde producten voldoen. Maar dat stramien, daar kon wel eens 1 tot 1,5% tussen zitten met de marktrente. Ja. En als je die ruimte hebt, stel dat de maximale rente werd door het WSW gesteld op 5,5%. En de
rente op dat moment was 4%, dan had de bank de mogelijkheid om binnen een marge van 1,5% een gestructureerd product te bouwen. En daar kan je wel wat mee doen met 1,5%. En hoe gek ook het product was en wat voor risico's er aan zaten, daar werd dus weinig aandacht aan. Wij hebben wel aan de banken doorgegeven waaraan het in ieder geval moest voldoen. En dat ze niet met de meest waanzinnige dingen moesten aankomen. Later in de swaps, moet ik eerlijk toegeven, met name door de index swaps. Die waren niet na te rekenen. Dat was echt AK-kadabra. Maar het vooruitzicht wat de banken daarin stelden, was zodanig interessant. En dan praten we dat de banken een hele scenario's hadden gebouwd dat bijvoorbeeld in een 30-jarige swapje na 4 of 5 jaar op een rente uit zou kunnen komen van 0%. Sterker nog, er werden floors ingebouwd van -2%, dus dat de corporatie zelfs 2% zou krijgen. Ja, dat was toch wel. En ze wisten dat zeer overtuigend te brengen. Maar hoe die producten berekend werden, was niet te volgen. Ik heb zelfs begrepen, ook specialisten bijvoorbeeld een bank als Fortis, die producten niet had, die kon het niet narekenen. Ja, en het waarborgfonds keurde al die soort dingen gewoon allemaal goed. Ja, mits het maximale renterisico maar weer op het niveau uit zou kunnen komen wat het WSW aangaf. Ja, maar u zegt van, ik kon het product niet volgen. De corporatie kon het product niet volgen. Alleen de banken wel. De uitkomsten, de werking van het product, die waren wel te volgen. Alleen niet. Hoe dat opgebouwd was en of de bank, wat de bank verdiende en wat de waarheid daaronder ligt, dat was niet na te gaan. Ja. En met wie had u eigenlijk contacten binnen het Waarborgfonds? Met Martijn Rink. Als enige? Nee. Later, maar de namen zijn me even ontschoten, zijn dat twee medewerkers van Martijn Rink geweest. Dat was een jonge man, maar die namen ben ik echt even kwijtgeraakt. En heeft u eigenlijk nooit aan hun gevraagd van waarom kunnen jullie eigenlijk alles goed? Alles goed? Nee, wij vonden het wel mooi. Want u kon er aan verdienen? Wij konden met die banken, konden we daar zeker producten op maken waarvan ik ook de stellige overtuiging had dat het ook goede producten waren. Ook door de jaren heen en ook omdat die producten absoluut niet gewerkt hebben, met name bijvoorbeeld de indexproducten, kan ik zeggen van nee, dat zijn absolute waardeloze producten geweest. En sterker nog, dat heb ik de bank, met name Deutsche Bank, in 2010 ook gezegd. Maar de Deutsche Bank had duidelijk een trigger, ook richting ons. Die gestructureerde index trades, die moesten in de markt gezet worden. En zij gingen zelfs naar nieuwe klanten toe, voor de eerste keer, die nog geen swap in de boeken hadden staan. En daar begonnen ze de allereerste keer met zo'n product. Daar heb ik ook vaak gezegd, waar zijn jullie nou mee bezig? En ze betaalden daar inderdaad ook fors op. Laat ik zo zeggen, ze betaalden daar 3 tot 5 keer zoveel op als op normale swapproducten. Dus dit werd erg gestimuleerd, ook commercieel gezien, om dat soort producten te sluiten. Ja. Dan de corporatiesector. Was er eigenlijk binnen de corporatiesector overleg in groepsverband over de wijze waarop financieringsbehoeften gemanaged moest worden? Er waren kleine treasury groepjes, een paar, weet ik er, die wel eens met elkaar, en vaak was dat heel regionaal, 4 of 5 corporaties bij elkaar, die wel van gedachten wisselden. Er was een groot seminar op jaartermijn waar dit soort dingen besproken werden. Public Treasury Congres. Precies. En daar werden allerlei workshops gehouden, waar inderdaad, daar werd door de banken uitgebreid verteld met welke producten er goed afgesloten zouden kunnen worden.
Wij hebben zelf ook bijvoorbeeld een keer een seminar of een workshop gehouden over de basisrentelening. Ja. En de voordelen daarvan. En wie kwamen allemaal af op dit soort bijeenkomsten? Dat was de publieke sector. Het waren voornamelijk woningbouwcorporaties, maar ook gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen. Toezichthouders, waarborgfonds? Ja, ruim. Die waren daar ruim aanwezig. Ministeries? Ik heb één keer de treasurer van de Nederlandse staat zien lopen en ook even kort meegesproken, de heer Wilders. Ja. De heer Wilders als agent van het ministerie van Financiën. Ja. 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 Ik kijk even naar de voorzitter. Dat was de heer Erik Wilders, voor alle duidelijkheid. Oké. Okay. Oh ja, er is er nog een. Ja, dat klopt. Nou, ik denk die was het niet. Toch even verduidelijken. Ja, ja. Meneer Greven, ja. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het WSW, ja. Het borgsteller van de sector. Ja. Als ik u nu één op één vraag, mm-hmm. De ontwikkeling en de explosieve groei van allerlei derivatenportefeuilles, niet alleen bij Vestia, maar ook bij andere corporaties. Ja. Wat is daar nou de rol van het WSW in geweest? Als je dat zo moeten samenvatten in een overzichtelijke zin. Nou, eigenlijk was daar geen rol voor ze, omdat ze leningen borgen. Punt. Volgens mij zou die rol veel meer bij het Centraal Fonds moeten liggen. Maar het WSW trok die rol naar zich toe. Met name omdat zij dus met die MTM-programma's en dergelijke bezig waren. Zij hebben dat naar zich toe getrokken vanwege het feit dat veel van die gestructureerde swaps, of een aantal, laat ik het zo zeggen, ook in leningen vaak voorkwamen. He, er zijn corporaties geweest die deden het in een lening, waarbij de bank, CQ de BNG of andere bank, die gestructureerde coupon aanbood. En er zijn corporaties geweest die de rolloverlening aantrokken en apart een swaptarp afsluiten, maar eigenlijk kwam het op precies hetzelfde neer. Dus vandaar was er een grote link tussen het WSW en gestructureerde couponnen. Het WSW is die rol helemaal naar zich toe gaan trekken naar aanleiding in 2008, toen corporaties in paniek het WSW ging opbellen, omdat ze met name door ABN AMRO werden geconfronteerd door margin calls. Vanwege de rentedaling? Vanwege de rentedaling. Ik heb begrepen dat die corporaties zich absoluut niet bewust waren dat ze sowieso een margin call konden krijgen. Ze wisten het niet. Dat is een belangrijk punt, meneer Greven, want ja. Dat was wat ik u eigenlijk net even ook wilde stellen. De ja. Corporaties die ermee aan de slag gingen. Het WSW was een soort enthousiasmerend instituut daarvoor. Ja. Vat ik dat zo goed samen? Ja. Die corporaties waren die zich bewust van de risico's die daaraan konden kleven? Vestia wel. Een aantal andere grotere corporaties ook. Maar ik denk heel veel corporaties niet. Waaruit kunt u dat opmaken? Omdat ik gehoord heb dat die corporaties in paniek het WSW opbelden van we hebben 20 miljoen nodig omdat we die moeten storten bij ABN AMRO. En ze wisten eigenlijk helemaal niet dat het risico's, ze monitorden, ze wisten het gewoon niet. En ABN AMRO, die confronteerde zich, de corporatie, met de contracten die ze hadden en dat ze dus die mogelijkheid hadden. Dus toen zeiden ze van ja, we hebben het niet en toen renden ze naar het WSW toe. En toen heeft het WSW gemeld van dat is het moment pas geweest dat het WSW zijn. Dan moeten we die swaps maar eens gaan monitoren bij corporaties. Kunt u een voorbeeld geven van een corporatie die plotseling een margin calls afstortte, ABN AMRO belde en wat is hier aan de hand? Het zijn geen klanten van mij geweest. Of relaties, moet ik zeggen. Ik weet ze wel, maar ze komen nu niet in mijn hoofd naar boven. Dat is spijtig. Wat ik wel weet, dat er een stuk of 5 tot 8 zijn geweest, waarbij 5 het toch wel heel erg dringend was. Volgens mij is Stedion er één van geweest. Stedion. Ja. Wie had ze nou eigenlijk op die risico's moeten wijzen? De bank. Ik vind, en dat vind ik nog steeds, zelfs bij Vestia vind ik dat, dat de banken de enige partij in het hele
ja, hoe zal ik het maar gekscherend noemen, circus wat we afgelopen jaren mee hebben gemaakt met toezichthouders, verantwoordelijken. Zijn allemaal verantwoordelijk, dat klopt. Maar de enige partij die precies wist of zou moeten weten welke risico's corporaties nemen met het afsluiten van derivaten, dat zijn de banken geweest. Ik heb me wel eens laten vertellen bijvoorbeeld door Deutsche Bank, dat die mij vertelde dat alleen al de portefeuille bij die Vestia aanhield bij Deutsche Bank, een op basis van rekenmodellen vanuit de bank, ergens in de loop van 2015 tot 2020 een maximaal liquiditeits- of een maximaal negatief renterisico liep van rond een miljard. Nou, en dat zou toch al voldoende aanleiding moeten zijn om serieus met te gaan praten met een corporatie en niet alleen met de treasurer. Maar dat deed Deutsche Bank niet? Nee. En zover ik weet, ook niet met het WSW. Met wie van Deutsche Bank sprak u dan bij zo'n gelegenheid? Met Klaus Tellaar. Klaus Tellaar. Het feit dat het Waarborgfonds zelf kan borgen met achtervang door overheid, rijk en gemeenten. Ja. Dat levert ze ook een zogenaamde AAA-status op. Ja. Was dat nou voor de banken makkelijk en een extra trigger van die borging? Dat is, was de enige trigger. Het feit dat als corporaties geen borging, zeker rating hadden gehad, dan was dit niet zo gelopen. Die internationale banken hebben deze sector bekeken. Die hebben gekeken hoe de borgen lagen. Die hebben ook kunnen concluderen, dat werd ook letterlijk gezegd, dat de Nederlandse staat een woningbouwcorporatie nooit failliet zou laten gaan. En vanuit die hoedanigheid zijn ze, zijn ze aan de slag gegaan. Ze zagen dit als een zeer solide sector waar toch hele goede winsten te behalen waren. En die combinatie, dat is voor een bank een... Wanneer bent u zelf gestopt ook weer met het hele verhaal? Ik ben gestopt in 2010 met het betalen van Marcel de Vries. Maar ja, daar komen we dadelijk op. Maar ik ben zelf gewoon doorgaan. Ik ben gewoon doorgewerkt. Ik ben gestopt in februari 2012, januari 2012. Nou, ik vraag dat omdat u net aan de commissie verklaarde dat u naar die producten kijkt en ook op een gegeven moment tegen Deutsche Bank zei, waar zijn jullie mee bezig? Ja. En u heeft het tegen meer mensen, zegt u, later verteld. Ja. Maar vanaf 2003, 2004 ging u met FIFA aan de slag met Van Dijk. Ja. Jarenlang wel dit soort producten verkocht en daar dus ook fors aan verdiend. Ja. Waarom deed u dat dan al die jaren? Want dat inzicht kan toch niet alleen maar achteraf komen van... Nou, dat is vrij makkelijk om dat te laten zien. Dat op het moment dat de banken hele rapporten presenteerden, en dat was niet alleen Deutsche Bank, waarbij zij een product uitlegden, dat als de rente bijvoorbeeld 4% was, dat zij een maximale rente in dat product aanboden van 5,5%. Maar dat na 4 jaar de rente op nul zou kunnen uitkomen. Ik heb er zelfs over nagedacht om te kijken of ik dat niet op mijn hypotheek kon krijgen, dat product. Ik vond het wel boeiend. Maar na verloop van tijd, praat ik over enkele jaren, zag je dat die producten, die indexen die daaronder hingen, gewoon absoluut niet de weg volgden die de banken van tevoren voorschotelden. Maar die zelf die corporaties niet eerder al op risico's moeten wijzen? Of u als tussenpersoon bij banken moeten aandringen van, jongens, zeggen jullie wel voldoende tegen de klantcoöperatie? Ik zei, kijk, de bank die hield een uitgebreide presentatie. Ik vond het fantastisch wat ze aan het doen waren. Echt. Maar je had de risico's niet door. Als ik nu op het punt zou staan en ik niet met de wetenschap die ik nu weet, zou ik het weer doen. Het waren prachtige producten. Het zag er echt fantastisch uit. Er waren corporaties die zeiden, ik wil mijn hele portefeuille in zo'n index hebben.
Maar dan toch even terug naar die vraag van net. Ja? Achteraf of later zegt hij van, jongens, wat zijn jullie dan doen? Ja, ik heb... Maar al die jaren vond u het fantastisch, dat kan je niet remen. Nee, ik heb op een gegeven moment, de rente was extreem laag en wij werden door Deutsche Bank op matje geroepen. Van jongens, waarom doen we nog zo weinig met elkaar? En toen heb ik gezegd tegen ze, dat was een aantal jaar nadat die index trades werden gesloten, dat die index trades helemaal niet werkte. En toen heb ik gezegd van ja, ik heb er niet zoveel vertrouwen meer eigenlijk meer in die indexproducten. In ieder geval niet op de manier zoals jullie ze nu brengen. En de rente is nu extreem laag, dus wij focussen ons nu gewoon op standaard swaps. Wij hebben helemaal geen behoefte op dit moment, en de corporaties ook, om mooie gestructureerde swaps te doen, want de rente is al laag. Wat was dan al die eerdere jaren dat u er wel geweldig allemaal vond? Ja. Wat was toen uw eigen verantwoordelijkheid als tussenpersoon? Want u bracht de partijen wel bij elkaar met dat soort spullen. Ja. Ik was er wel trots op dat ik dat bij elkaar bracht. Want ik had een prachtig. Ik vond dat de bank een mooi product had. Dus die zette ik daar aan tafel. Dus ik, ja. Maar als tussenpersoon zag u het niet als uw plicht om ook heel goed te kijken naar de risico's? Nee, want die wist ik niet. Die wist u niet? Nee. Daar was ik me niet van bewust. Hoe dat zo uit de hand zou kunnen lopen. De banken vertelden ook, en dat is ook. Zij vertelden ook dat heel veel producten zijn natuurlijk belangrijk dat je die op het juiste moment afsluit. Als de rente laag is, of in ieder geval het momentum. Zij vertelden ook dat bij index trades dat niet het geval was. Je kon daar zoveel van sluiten als dat je zelf wilde, want het momentum was niet belangrijk, want de rente zou toch naar nul toe gaan. U zei net overigens ook dat Vestia wel de risico's zag. Nou, Vestia had in ieder geval, dat dacht ik in ieder geval, dat Marcel de Vries de situatie volledig onder controle had. En hij vroeg ook heel veel aan de banken, dus vanuit die optiek had ik het idee dat hij dat wel door had. Welke risico's daarin zaten. En dan verlies je 2 miljard. Ja. Meneer Bashir. Meneer Greven, u bent verdachte in een fraudezaak. Uh-huh. Daar had de voorzitter het aan het begin van dit verhoor over. Ja. U zou volgens mediaberichten minimaal 30 miljoen euro hebben ontvangen. Waarvan ongeveer 20 miljoen euro gerelateerd is aan Vestia. Mm-hmm. Daarvan zou u 10 miljoen door hebben gesluist naar de kasbeheerder van Vestia. Ja. Allereerst, zijn deze bedragen die ik net noemde correct? Ik denk het wel, ja. U zegt ik denk het wel? Ja, wat ik totaal heb verdiend, dat weet ik niet. Maar ik vermoed dat dat klopt, ja. Het zal in ieder geval in deze lijnen liggen. Hoe werden eigenlijk die fees die aan u werden betaald berekend? Op basis waarvan werden die fees berekend? Op de winst van de bank. De bank, kijk hoe gaat dat in zijn werk? Op het moment dat de corporatie aangeeft dat een transactie gesloten kan worden aan de trader aan de andere kant, meestal in dit geval was het in Londen, in het geval van Marcel de Vries. Die trader gaat zo'n positie intern bij de bank hedgen. Dus ze sluiten hem tegen, afhankelijk van hoe hun eigen positie is. En op dat moment dat zo'n transactie dichtgetimmerd is voor de bank, zit er een bepaalde marge tussen van de bank. En dat is het moment dat de winst of de omzet van de bank wordt bepaald. En dat is ook het moment dat zij mij vaak een voorstel deden van we willen die fee betalen. Ja, dus de bank betaalde u een vergoeding? Ja. Voor het bemiddelen tussen de woningcoöperatie en de bank? Niet het bemiddelen, voor het feit dat wij die klant aangebracht hadden bij de bank, ja. Ja. En hoe noemt u dat, het aanbrengen van een klant? Want u zegt het is niet echt bemiddelen. Nee, ik bemiddelde niet echt, omdat de banken hadden zelf rechtstreeks contact met de klanten op het moment dat een offertetraject inging. Ja. Ik werd vaak ook geïnformeerd of in de cc gezet van welke prijzen er tot stand kwamen bij de banken,
ook vaak in het voortraject werden er indicaties gevraagd en afgegeven. En die banken kwamen bij mij dan informeren van, goh, hoe liggen we? Zitten we goed, zitten we niet goed? Wat doen andere banken? Hoeveel banken doen er mee? Nou, vaak gaf ik die informatie aan de banken. En daar waren ze over het algemeen heel erg blij mee, omdat ze daar gewoon heel goed hun offertes op konden aanpassen. Want het was gebruikelijk dat de bank u betaalde? Ja. En niet de woningcorporatie? Ja. Waarom is dat gebruikelijk? In ons systeem wel, ja. Ja. Waarom is dat gebruikelijk? Wat was daar de... Wij vonden dat de bank de winst behaalde en voor een corporatie was het een hedge. En wij hebben voor de banken gewerkt. De banken wilden ook alle informatie van ons weten die we maar hadden over de corporatie of over de woningbouw, welke transacties, wat voor producten er werden gesloten. Toen die banken eenmaal door hadden dat er index trades in het vizier waren, toen vielen ze ongeveer over elkaar heen om ook die index trades aan te bieden. Ja, want u zei van ik heb ongeveer 30 miljoen verdiend. Dat zou goed mogelijk verdiend zijn, ja. Nou, ik niet. Mijn BV heeft een omzet gedraaid van rond de 30 miljoen. En daar zijn mensen uit betaald. En uiteindelijk blijft er dan nog een bedrag voor mij over. Maar ik heb zelf geen 30 miljoen verdiend. Ja, en welke deel van die 30 miljoen is afkomstig van Nederlandse banken? Ongeveer dan, hè? Ja. Niet zo bar veel. Ik denk, nou, het ligt eraan of u Fortis als een Nederlandse bank ziet. Ja. Ja? Ja, inmiddels wel. Dus, Nu dus wel. Dan denk ik dat er zo'n 5, 6 miljoen van Nederlandse banken afkomt en de rest vanuit het buitenland. Ja, dus dan hebben we Fortis. Fortis. ABN AMRO. ABN AMRO voor een heel klein stukje. Heel weinig zaken mee gedaan. En wij hebben vrij veel verdiend met de Nederlandse Waterschapsbank. Met de basisrentelening. En Rabobank? Nauwelijks. ING? Niet. Dan die 20 miljoen die gerelateerd is aan Vestia. Mm-hmm. Hoe is bij Vestia deze wijze van werken tot stand gekomen? Kunt u dat nader toelichten? Van wie kwam het idee dat het geld wat u kreeg voor het aanbrengen van Vestia bij banken, dat daar een deel naar de kasbeheerder van Vestia zou gaan? Nou, dat heeft hij zelf gevraagd. Marcel de Vries kwam op een gegeven moment, belde mij op. En die zei, we waren toen met beleggingsproducten bezig. En die zei op, ik ben gebeld door een intermediair. Paul Davids. En die vertelde dat er Robeco hoge spaarrentes aanbood op liquiditeiten. Hij zegt, dat is volgens mij boeiend, ga daar eens voor bellen. Dat heb ik gedaan. Ik ben in contact gekomen met onder andere Robeco. En wat bleek, dat veel Nederlandse banken, die hadden spaarrekeningen waar een zeer hoog rentetarief op stond ten opzichte van de Euribor. En dan moet u denken aan 1 tot 1,5% hoger als de rente die op de zakelijke markt werd vergoed. En nou was het leuke, of het aparte, dat stichtingen niet onder de zakelijke markt vielen, maar daar onder de particuliere markt. Ja. De stichtingen konden daar rekeningen openen en konden daar dus geld stallen, grote volumes, die ze nergens anders konden krijgen. Nou, dat heb ik toen geregeld. En wat ook nog zo was, dat de particuliere markt kent ook een hoge fee-vergoeding voor intermediairs. In dit geval lag dat op, 25 basispunten doorlopend. Dus dat kreeg je niet eenmalig. Zolang het geld er stond, kreeg je 0,25%. En wanneer was dat precies? Ik denk dat dat in 2004 aan 5 is geweest. Dus u kreeg 25 basispunten per jaar? Per jaar. Doorlopend? Doorlopend. En bijvoorbeeld op 100 miljoen praten we dan over 250.000 euro. Wat ontzettend veel geld is.
Zeker als je het vergelijkt op transacties waar ik me tot dan toe altijd mee bezig was geweest. Bijvoorbeeld met heten, met bemiddelen van leningen krijg je maar 0,10 cent. Dus 10 basispunten upfront eenmalig. Dus 25 punten doorlopend, dat is toch een heel ander verhaal. Voor het feit dat Vestia bijvoorbeeld 100 miljoen op een rekening van Robeco parkeerde, ja, kreeg u ieder jaar 250.000 euro. Ja, zolang het geld daar stond. Ja. En daar was ik me op dat moment nog niet van bewust, maar Marcel zette mij op dat spoor. En toen vroeg Marcel van, ja, dat heb ik bedacht. Heb ik jou op het spoor gezet, wat krijg je er eigenlijk op? Nou, dat heb ik hem gewoon netjes verteld. Toen zei hij van, goh, daar wil ik eigenlijk ook wel een deel van hebben. Want u wist niet dat die rekening bij Robeco liep? U wist niet dat die mogelijkheid er was? Nee. De Vries had uitgevonden? Die had dat gehoord van een ander intermediair. Ja. En, hij tipte u? Die heeft mij gebeld voor heel, ja. Arjan, ik heb gehoord dat. We waren sowieso met beleggingen bezig. Is interessant. Kan jij daar niet eens naar gaan kijken? Nou, dat heb ik gedaan. En dat heb ik niet alleen bij Robeco gedaan. Dat is bij Reaal, SNS geweest, bij Hoge Huis, ASR. Al die spaarrekeningen, instellingen, die hadden dit soort regelingen. En volgens mij heeft Marcel daar wel een paar honderd miljoen in die tijd neergezet. En dat ging dus op dat moment gelijk ook over enorme provisies die werden betaald. Ja. En hij belde u en hij zei van, ja, ik wil Delft. Hij heeft later in een gesprek wat ik met hem heb gehad, toen zei hij van, ja Arjan, dat is een prachtig verhaal. Het is goed voor Vestia, maar het is wel mijn idee en ik wil de helft. Of in het begin is dat heel even 30% geweest, maar dat werd al vrij snel de helft. Daar heb ik toen serieus over nagedacht. Ik heb hem een paar dingen gevraagd of dat mocht. Want ik dacht, ja, dat is toch een beetje apart. Maar hij vertelde mij dat daar niks over in zijn arbeidscontract stond. Hij vertelde mij ook dat hij daar netjes belasting over zou gaan betalen. Hij vertelde mij ook dat ik dat gewoon netjes uit mijn BV kon betalen. En het was goed voor Vestia. Dus ja, vanuit die optiek dacht ik, nou ja, goed, het zal wel, laten we dat dan maar doen. En zo is het gebeurd. En zo is het allemaal ontstaan. En later, ja, zijn daar voorzichtig de derivaten bijgekomen. Het is een proces geweest. Het is niet zo in één keer dat ik 10 miljoen heb betaald. Maar ik wist van tevoren helemaal niet waar ik aan begon. Maar dat is een termijn geweest. Waarbij er gewoon steeds grotere volumes in omgingen en ook werden verdiend. Waarin hij gewoon heel expliciet elke keer aangaf, wij hebben die afspraak dat we de opbrengsten daarvan delen. En dat heb ik ook gedaan, omdat we die afspraak hadden gemaakt. Ja, dus na die spaarrekening bij Robeco, ja, bent u verder gegaan met beleggingen en derivaten? Toen kwamen we al vrij snel, hebben we wat leningen gedaan met communaal krediet. Of die daarvoor wat van heeft gekregen, dat weet ik oprecht niet meer. Omdat ik dat met Leroy samen deed. Maar al vrij snel heeft Fortis die gestructureerde leningen uit elkaar getrokken. In die zin van dat de funding werd gehaald dan maar bij BNG en NWB. En dat die gestructureerde coupon in een derivaat met Fortis werd gedaan. En daarna zijn Deutsche Bank en zijn nog een hele riedel banken bijgekomen. Die daar gretig op ingesprongen zijn. Ja. En het was altijd gebruikelijk dat de Vries als kasbeheerder van Vestia de helft van uw vergoeding kreeg. Dat had ik met hem afgesproken, ja. Ja. Althans, hij heeft mij dat gevraagd of wij die afspraak konden maken en daar heb ik mee ingestemd. Ja, en heeft u ook naast dat eerste moment ook nog later vraagtekens bijgezet? Ja, zeker. Ik ben ook gestopt in 2010, ja. Omdat ik heb altijd, nee, ik moet het anders formuleren. Ik heb op een gegeven moment aan hem gevraagd, toen het zo groot werd, van joh, wat is voor jou nou de trigger? Is dat het geld of zijn het de transacties voor Vestia? En hij heeft altijd bij hoog en laag beweerd dat Vestia voorop stond wat dat betreft. En dat het leuk was dat hij daar wat mee bij verdiende. En dat is natuurlijk wat
klein gezegd. Maar dat is altijd zijn drijfveer, maar ook altijd zijn antwoord geweest op mijn vragen. Want u hebt niet naar de juridische kant gekeken? Nee. Want u weet wat dit juridisch betekent, hè? Ja, dat u dan degene bent die omkoopt. Nou, ja, mij is in 2012, nadat ik hier wat vragen over ben gesteld van hoe zit dat nou precies, toen werd mij inderdaad vrij snel duidelijk dat het dan gaat om niet-ambtelijke omkoping. Ja, het gekke is dat ik nog steeds vind dat ik niet heb omgekocht omdat hij het geld aan mij vroeg, maar juridisch gezien is het of wie nou wat vraagt, is het gewoon niet ambtelijke omkoping. En daar ben ik me nu terdege van bewust. Maar ondanks dat ik me dat ook bewust ben, ben ik uit mezelf naar voren gestapt om toch dit verhaal aan de kaak te stellen. Ja. Meneer Greven, ja. Vestia was voor u een grote klant, ja. Maar ook via andere corporaties kwam er nog eens zo'n 10 miljoen aan omzet en dus vier betalingen tot stand. Ja. De commissie wil graag van u weten of er ook doorbetalingen van fees hebben plaatsgevonden in andere gevallen dan Vestia. Zijn er nog andere corporaties of kasbeheerder geweest waar u een deel van uw fees aan doorbetaalde? Nee. Hebben u of uw partners in FIFA nog betaald aan anderen? Ja. Kunt u dat... Ja. Kunt u daarop ingaan? Ja. In de laatste 2 jaar zijn wij bezig geweest met Jaco Groeneveld van Fortis Bank, die op dat moment bij ABN AMRO werkte. Marcel de Vries heeft op een gegeven moment Jaco Groeneveld bij Deutsche Bank naar voren geschoven om zijn belangen daar te behartigen. Daar was ik niet zo blij mee. Op dat moment ben ik ook met Jaco Groeneveld gaan praten om te kijken of wij niet in een samenwerking zouden komen. Jaco Groeneveld zei elke keer, nee, dat gaan we doen. Maar uiteindelijk heeft dat 2 jaar geduurd. Of misschien zelfs wel langer. Hij heeft in die periode met allerlei banken gesproken of hij daar zelfstandig voor kon gaan werken. Want Jaco Groeneveld zag de grote zak met geld ook hangen, omdat hij dat bij ons had gezien. Uiteindelijk zijn wij met Jaco Groeneveld eruit gekomen dat ik zei van, ja, weet je, laten we dan maar met hem samen gaan werken, laten we het maar proberen. Hoewel we lange tijd bezig zijn geweest van hoe die verdeling nou plaats zou moeten vinden. Want kijk, we hadden dezelfde klantengroep, hij had hem vanuit de bank en wij hadden hem vanuit FIFA. Ja, en hij wilde erbij komen en hij, ja, waarom moesten wij dan onze klanten gaan verdelen? Nou, dat werd een heel circus opgebouwd, dat percentage van die klant en dat van die klant. En op een gegeven moment heb ik gezegd tegen hem, nou, weet je, dat wordt een heel circus, wordt een heel groot verhaal. Laten we maar gewoon als FIFA partner erbij betrekken, als de derde partner. Dus Leroy, ik en Jaco. Jaco heeft op een gegeven moment gezegd van, ja, weet je, ik weet niet of jullie het allemaal wel serieus menen. En heeft om een betaling gevraagd om te laten zien dat we het eerlijk met hem voor hadden. In mijn weten, maar ik weet dat niet meer exact, hoe vreemd dat ook klinkt, heb ik hem iets van 10.000 of 15.000 euro betaald. Cash of via de Giro? Cash, dat wilde hij graag. Dus u zegt, Jaco Groeneveld heeft van mij een betaling van 10.000 tot 15.000 euro cash contanten ontvangen. Ja, want hij had kosten, hij moest een BV opzetten. Hij had op dat moment een goede positie bij de bank. Maar hij was altijd ontevreden over zijn bonussen. Altijd. Was dit ook het moment dat hij nog voor Fortis werkte? Hij werkte op dit moment voor ABN AMRO. Voor ABN AMRO inderdaad. Ja. Toen ik merkte dat hij niet wegging, ben ik ook gelijk gestopt met dit verhaal. En heb ik gezegd van, ja, Jaco, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Wij kregen ook op dat moment door dat hij met ABN AMRO, onder andere met ABN AMRO, ook met eigen contracten bezig was.
Ook met allerlei andere banken was hij met eigen contracten bezig. Dus de samenwerking die hij voor ogen had, of wij voor ogen hadden, zag hij toch duidelijk heel anders als dat hij voor ogen had. En toen heb ik ook alles afgekapt met Jacob Groeneveld. Ja. En wat was dan de reden dat u dat geld hebt gegeven? Hij wilde een bewijs zien dat wij het serieus met hem voor hadden. Ja. En hij zei dat hij allerlei kosten moest maken om zijn BV. En hij moest zijn eigen auto dan kopen. Hij zegt, laat het maar zien dat jullie echt met mij serieus bezig zijn. En weet u ook nog waar de locatie was waar u dat geld gaf? Nee, want dat geld heb ik zelf volgens mij niet gegeven. Ik denk dat het Leroy van Dijk is geweest. Maar het gekke is dat ik dat echt niet meer weet. Maar dat is ook, dat is de enige betaling, het betalingkje, laat ik zo zeggen, wat ik buiten Vestia om aan Marcel de Vries heb gedaan. En dat geldt ook voor de andere partners binnen FIFA? Ik denk dat Leroy van Dijk ook iets heeft betaald aan Jacob Groeneveld. En heeft de heer van Dijk ook betaald aan de kasbeheerder van Vestia? Nee. Weet u misschien of hij betaald heeft aan andere kasbeheerders van andere woningcorporaties? Voor zover ik weet niet. Of andere personen? Nooit gehoord of opgevangen. Zijn er eigenlijk nog andere partijen die op dezelfde wijze opereren? Zoals FIFA Finance? Met partijen bedoel ik inderdaad zoals FIFA Finance, bemiddelaars. Er zijn wel meer bemiddelaars in deze markt, absoluut. Ook die ook met de betrokken banken werkten. Ja. Ik heb zelfs ook wel eens doorgekregen dat die partijen aan twee kanten schreven. Dus en de factuur stuurde naar de bank en naar de corporatie. Denkt u dat daar ook dingen doorbetaald worden of weet u daar iets van? Geen idee. Geen idee. Dan de rol van de heer Groeneveld zelf, hè? Want u hebt verteld van hij heeft geld van ons aangenomen. Ja. Maar heeft hij ook geld doorbetaald aan de kasbeheerder van Vestia? Ik weet het niet. Heeft u daar vermoedens van? Op het moment dat ik gestopt ben in 2010, eind 2010, met het betalen van fees, heeft Jacob Groeneveld heel intensief contact gehad met Marcel de Vries in 2011. Hij heeft daar een aantal nieuwe banken geïntroduceerd, waaronder het JP Morgan, waar wij in de loop van het jaar contact mee kregen. En ik heb toevallig een paar weken geleden van de Fiat te horen gekregen dat Jacob Groeneveld in dat jaar 3,5 miljoen heeft verdiend. Dat wist ik absoluut niet. En toen dacht ik van, dat is dan ook een groot bedrag in één jaar zo voor zo'n eerste jaar. Dus het zou zeker kunnen dat daar bepaalde afspraken of dingen zijn gemaakt. Het zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen. Maar ik weet het niet zeker. Dus dit is, Marcel de Vries heeft het me in ieder geval nooit gezegd, nooit gevraagd. Of nooit verteld. Dus ik weet het niet. Ja. Dat moet u aan Jacob Groeneveld en Marcel de Vries zelf vragen. Zijn er eigenlijk banken of medewerkers van banken die op de hoogte waren van het feit dat u het geld doorbetaalde aan de kasbeheerder? Ze hebben het me nooit gevraagd in al die jaren. Behalve Jacob Groeneveld. Die heeft het me gevraagd wat ik Marcel de Vries betaalde. Ik heb toen een opmerking gemaakt dat het goed ging met zijn wijnkelder. Andere banken hebben het me nooit rechtstreeks en officieel gevraagd. Wat op zich natuurlijk wel apart is dat ze het nooit hebben gevraagd. Want op het moment dat je het niet vraagt kun je ook ontkennen dat je sowieso daar gedachten over hebt. Wat bepalend is dat, of wat ik opvallend vind, is dat twee banken in 2011, relatief nieuwe partijen, maar met name JP Morgan in ons allereerste intakegesprek vroeg, we hebben absoluut geen problemen met het betalen van fees, maar hoe weten wij nou dat jullie niemand doorbetalen? Dus de eerste en enige bank die dat vroeg,
nadat ze een jaar met Jaco Groeneveld bezig waren. En ja, dat staat mij nog zeer bij, dat dat eigenlijk de enige keer is geweest dat een bank rechtstreeks heeft gevraagd van, joh Arjan, hoe kunnen we dat nou checken, dat jullie niet vies doorbetalen bijvoorbeeld aan corporatiemensen. Dus andere partijen hebben het nooit, andere banken hebben het nooit gevraagd. Ik heb één heel belangrijke opmerking, dat was geen vraag, dat was een opmerking. Nadat wij op het matje waren geroepen bij Deutsche Bank waarom we nog zo weinig deden en waarom Marcel de Vries nog zo weinig deed, heeft Hakan Wolin, nadat hij zich met zijn voltallige team, er waren 5 of 6 mensen, even terugtrok, toen kwam hij terug en toen sprak hij de woorden uit, in ieder geval in die trant, van "We all know how it works with greed, but when we hear something in the market about kickbacks, then we must stop with you." Laat ik zo zeggen, ik was redelijk verbouwereerd door die opmerking, omdat dat voor mij een heel duidelijk signaal was, terwijl ik het nooit van ze had gehoord, dat ze dus wel degelijk een groot vermoeden hadden van. Ja. Ze vroegen, wie was deze meneer? Hakan Wolin. Van? Deutsche Bank in Londen. En dat was geen kleine jongen. Dan praat je echt over een van de hogere bazen die net onder de CEO vallen van Deutsche Bank. En hij vroeg het me niet. Het was een mededeling. Dus op het moment dat de Deutsche Bank, ik interpreteer het zo, dat we weten dat er iets, dat er een onzakelijke relatie is met Marcel de Vries. Maar op het moment dat wij in de markt iets horen, dan moeten we stoppen. Dus wees voorzichtig. En, dus je zou het ook kunnen interpreteren als we knijpen onze ogen dicht. Ja, absoluut. Dat was op dat moment gelijk mijn conclusie. En ik was redelijk geschokt, kan ik u vertellen. Dat zo open was. Open en helder werd gecommuniceerd in mijn richting. Kijk, banken hadden in al die jaren natuurlijk ook kunnen vragen. Die banken wisten donders goed dat ze op Vestia 1 miljoen per jaar bijvoorbeeld betaalden. En dat Marcel de Vries daarvoor 1 ton per jaar zat en ik 1 miljoen had. Bij 1 bank. En ze wisten ook dat ik met meerdere banken actief was. Dus ze waren ook wel aan het rekenen van, joh, goh, hoeveel verdien jij nou eigenlijk? Maar dat vonden ze ook wel interessant. Maar ze zagen ook dat ik een min of meer vriendschappelijke relatie had met Marcel de Vries. Dat ik zeer dicht bij hem stond. Maar er is geen 1 bank geweest die zegt van, joh Arjan, we vinden allemaal best, we zijn zeer tevreden. Maar kun je hier even tekenen dat je Marcel de Vries niet betaalt? Dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn er nooit over begonnen, behalve dan dat ene moment. En ook de Field heeft mij gevraagd van, ja, maar Arjan, hoe kunnen we dat nou bewijzen? Ik zeg, ja, vragen aan die jongens zal altijd een ontkennend antwoord opleveren. Maar het aparte is dat in mijn strafdossier wordt in de ondervraging met Martijn Rink staat iets heel opvallends. Martijn Rink heeft op het vliegveld een gesprek met iemand van Citigroup. Aan de hand van dat gesprek belt Martijn Rink Klaus Tellaar met de vraag of hij zich zorgen moest maken. En Klaus Tellaar is voor de duidelijkheid Deutsche van Bank, DB. Deutsche of hij zich zorgen moest maken over de relatie Marcel de Vries-Arjan Greven. Waarop Klaus Tellaar volgens Martijn Rink antwoordt dat Hakan Wolin heeft gezegd dat ik geen kickbacks mocht betalen. En die verklaring was ik zelf heel erg blij mee, omdat het een min of meer een bewijs is dat dat gesprek op wat voor manier dan ook aanwezig is geweest. En dat de term kickbacks dus wel degelijk zijn genoemd. En op het moment dat een bank sowieso vermoedt dat ik kickbacks betaal, zou je toch zeggen dat ze daar stappen op moeten ondernemen om dat dicht te timmeren, dat het niet zo is. Dus dat is eigenlijk mijn, ja, ik zelf was er blij mee. Ik zie dat de Field daar bijzonder weinig aandacht verder aan heeft geschonken, maar voor mij was dat een belangrijk gegeven dat vanuit een compleet andere hoek dit werd bevestigd. Ja. En wat ik ook opvallend vind,
dat er niet gevraagd is aan Martijn Rink waarom hij zich zorgen maakte. Wat is dat gesprek dan geweest met die medewerker van City? Die heeft ongetwijfeld verteld dat ik bakken met geld verdiende met Vestia. Maar daar wordt verder niet naar doorgevraagd. Dus in mijn beleving... En wat denkt u dat de reden is dat iedereen... bijvoorbeeld iemand als Martijn Rink van het Waarborgfonds... Ja. Die wellicht vermoedens heeft... Ja? Dat hij dan niet doorvraagt, dat hij ook... in uw beleving zijn ogen dichtknip? Omdat Martijn Rink op dat moment heel erg met zijn MTM-programma bezig is en Vestia nodig heeft om dat MTM-programma te doen laten slagen. Vestia is de grootste en is eigenlijk de enige corporatie naast IJmere die een 1 of 2 miljard kon plaatsen. En dat heeft Vestia deze week regelmatig onder een neus gevreven, als er weer eens een discussie ergens over was. En waarom hij daar verder met die informatie of die gedachtegangen die hij had, dat hij daar nooit wat mee heeft gedaan, dat moet hij Martijn Rink vragen. Dat weet ik niet precies. Ja. Misschien zag hij ook wel in van ja, dat is wel heel gevaarlijk als ik dat in de groep gooi, want dan stort het hele handeltje in. Het zou zomaar kunnen. Vestia was op dat moment al heel groot. En als er sprake was van fraude, dan had hij misschien ook wel door dat dat toch wel een groot probleem op zou leveren. Ik weet het niet. En meneer Greven, als ik naar de bedragen kijk die u heeft doorbetaald aan de kasbeheerder van Vestia, de heer De Vries, dan zijn dat wel hele grote bedragen. Klopt. 10 miljoen euro, ongeveer. Ja. Het zou ook kunnen zijn dat op een gegeven moment De Vries veel te afhankelijk wordt van die bedragen die via u binnenkomen. En dus hij geneigd is om derivaten af te sluiten, om beleggingen aan te gaan, alleen maar om De Vries binnen te kunnen krijgen. Ja, dat is voor mij en nu nog steeds de grootste vraag die ik heb. Ik heb het hem altijd gevraagd, maar ik... ik weet het niet. Maar wat we moeten doen? In die tijd kreeg ik natuurlijk, en dat hebben we van de week ook veel te horen gekregen van iedereen die zich vrij probeerde te pleiten, dat Vestia het goed deed. Ze hadden 25% lage rentelasten als andere corporaties. Ik heb altijd begrepen dat dat een rentebesparing van 50 miljoen op jaarbasis opleverde. Vestia en Marcel de Vries werd door het WSW, Centraal Fonds, de banken, door heel het corporatiewereldje op handen gedragen. Dus laat ik zo zeggen, ik hield mezelf dan ook maar voor dat hij het inderdaad voor Vestia deed. Wat ik wel merkte in de loop der jaren, dat wij ooit begonnen zijn met transacties van 5 miljoen en dat het later bijna gewoon werd om transacties van een 250 miljoen te doen. En Want hoe groter de transactie, hoe groter de fee en hoe groter de kickback voor de Vries. Verhoudingsgewijs ging die fee wel naar beneden. Want op 5 miljoen kreeg je bijvoorbeeld 5000 euro. Maar op 250 miljoen kreeg je geen 2,5 ton. Maar dat ging dan wel omlaag. Maar die volumes werden zo groot dat ik me wel oprecht vragen ging stellen sowieso. Van waar gaat dit nu nog over? Plus het feit dat ik Marcel ook heel vaak heb gevraagd van Marcel de Vries stapelde. Dat houdt in, hij gooide het ene derivaat op het andere. Ik heb vorige week ook te horen gekregen, ook vanuit de commissie, dat er gekscherend, dat moet ik niet zo zeggen, maar dat er over een Excel spreadsheetje wordt gesproken. Nou, dat was zeker niet een klein spreadsheetje. Ik heb het een paar keer gezien. Hij had een enorm spreadsheet waarbij hij al die posities bijhield, maar ook in de looptijd. Want hij kon zomaar bellen en zeggen, ik wil 50 miljoen per 1 januari 2036. Ik heb wel eens gevraagd, hoe weet je dat in godsnaam? Nou, hij had in dat Excel-spreadsheet had hij hele blokken met een onderliggende positie van leningen. En daarop was hij aan het bouwen, aan het stapelen. Hij unwinde, hij zette weer positie op. Hij had dat
zover ik het kon zien, ik heb het een paar keer kort gezien, ik heb het niet bestudeerd, maar ik was er zwaar van onder de indruk dat hij dat allemaal zo goed in de smiezen had, hoe hij dat deed. En dat hij dat ook kon. Het enige wat ik me later ben gaan realiseren, dat er op het laatste moment, althans in de jaren dat ik ermee bezig was, de banken die waren een andere tactiek aan toepassen. Ze hadden in eerste instantie heel veel langlopende optionaliteit verkocht of gekocht van Vestia. Maar wat ze deden op een gegeven moment, het voorstel kwam volgens mij, de eerste bank die dat deed was Citi, is dat ze kortlopende optionaliteit gingen verkopen binnen het boekjaar. Dat betekende dat die positie voor het einde van het jaar dus uit de boeken zou zijn. Dus dat je die niet meer zag. In de jaarrekeningen, zegt u dan? In de jaarrekening, in de balans. Jaarrekening. En dan praten we niet over 10 miljoen. Dat waren volumes van 250 miljoen. Toen heb ik ook wel eens tegen Marcel gezegd van, joh, als die positie nou wordt, ja, in vaktermen ingenokt wordt, dus dat je maar krijgt, is dat dan niet veel te veel? Ben je dan niet overhedged? Nee, ik kon niet allemaal goed hebben. Ik zeg maar, oké, jij weet het. En hij deed dat niet bij één bank. Hij heeft dat bij meerdere banken gedaan. En dan kunnen die banken gaan vertellen van, ja, nee, dat wisten we niet, dat die andere banken dat ook nog hadden. Maar ja, dat klopt niet, omdat al die banken ook voor al die offertes zijn uitgenodigd. Dus als ze hem misten, dan wisten ze dat die elders gesloten was. Dus ze kunnen niet zeggen van, nou, dat weten we niet. Ja, want u zegt van, het voordeel voor de Vries was dat hij het buiten de boeken kon houden. Ja. Wat was nou het voordeel voor Vestia zelf of het voordeel voor de banken? Het voordeel voor de banken is dat die banken probeerden de negatieve marktwaarde van Vestia weg te werken. Er was al veel negatieve marktwaarde, dat heeft u in de jaarverslagen kunnen zien, hè, in 2008. En de banken waren ook helemaal niet blij met die negatieve marktwaarde, want het kostte ze geld. Hè, die banken hadden een threshold ik heb het van de week horen zeggen, van tegen de miljard. Nou, dat kostte die banken op dat moment veel geld. Dus ze dachten, Vestia moet zo snel mogelijk weer positief komen te staan, want dan kost het ons geen geld meer. En dat hebben ze proberen op te lossen door echt op grote schaal kortlopende optionaliteit te verkopen. En ook nog eens buiten het zicht van de boeken. Dat is volgens mij 1 jaar goed gegaan. Het tweede jaar niet. Toen werden op een gegeven moment werden die posities, doordat de rente nog verder zakte, zouden ze dus geleverd worden, die swaps. Toen moest ik van Marcel de Vries vragen aan die banken of die posities doorgerold konden worden naar achteren. Dat is voor de bank het signaal dat de corporatie speculeren is. Want ze kunnen die positie dus niet hebben. Dus hebben ze iets gedaan waardoor ze overhead zijn. En daar hebben alle banken opgewekt aan meegewerkt. Dus die posities zijn allemaal doorgerold naar achteren. Maar toen, dat zijn wel van die momenten dat ik in mijn besluitvorming om te stoppen met Marcel de Vries, dat zijn wel die momenten geweest dat ik dacht van, ja, het klopt gewoon helemaal niet meer wat er gebeurt. We hebben het over de bedragen gehad die u hebt verdiend, maar ook door hebt gesluisd naar de Vries van Vestia. Ja. Kunt u ons ook een beeld geven van wat de banken hebben verdiend? Ja, ik denk dat ik een paar procent heb gekregen. Dus zij de andere 98%? Als ik 5% of 10% heb gehad, dan kunt u zien waar die 90% is gebleven. Plus het feit. Dus dan zou het om miljarden gaan? Nou, dat wil ik niet 1, 2, 3 zeggen, maar eerlijk zo zegt, dus een half miljard en een miljard, dat hebben ze toch zeker wel verdiend. Plus het feit, wat ook volgens mij niet echt zichtbaar is geworden, dat Vestia 23 miljard in de boeken had. Maar ik weet, en dit is ook een aanname omdat ik het niet precies weet, maar laat ik zo zeggen dat ik verwacht dat die hele portefeuille toch minimaal 1 keer in zijn geheel is geherstructureerd in al die jaren. En geherstructureerd betekent dat de banken weer konden verdienen? Tegengesloten en nieuwe transactie. Dus er zou zomaar eens 40, 50 miljard aan transacties gedaan kunnen worden en zijn.
En niemand stelde daar vraagtekens bij? Nee, dat was Waarborgfonds niet. Nee, nou, ik weet niet of het Waarborgfonds het wist, maar het was in ieder geval weer een verdienmoment van de bank. Ja. Elke herstructurering was een verdienmoment. En waarom weet ik dat? Omdat ik betaald werd. Dan mijn laatste vraag en dan geef ik het woord weer terug aan de voorzitter. We hebben ook gezien dat Vestia ook swaptions heeft verkocht. Dat zijn producten waarbij Vestia in feite moest betalen op het moment dat de rente ging zakken. Wat was daar nou de achtergrond van? Nou, wat ik net al vertelde, die swaptions, die geschreven opties, dat is begonnen met extendable leningen. En wat houdt dat nou precies in? Dat je geeft de bank het recht in de toekomst je een bepaalde swap te leveren. Op een vooraf bepaald moment, de zogenaamde strike noemen ze dat. Het feit dat jij dat recht verkoopt aan de bank, betekent dat je daar premie voor ontvangt en dat je daarmee je rentelasten in de eerste periode drukt. Maar wel met hele grote risico's. Met het risico, met grote risico's. Ik vind niet in de zin van de rentes, want over het algemeen werden de strikes conservatief gekozen. Dus in de buurt van de dan geldende rente. Dus er werden geen strikes gekozen van 5-6%, dus die nog veel meer geld op zouden leveren. Het risico heeft hem hierin gezeten, en dat hebben de banken niet gezegd, dat in een hele bewegelijke markt de volatiliteit enorm toeneemt en dat dan die opties met name dus enorme negatieve marktwaarde gaan creëren. Ik heb van Marcel de Vries begrepen in december 2011 dat meer als de helft van de negatieve marktwaarde in de optionaliteit zat. En dat hebben de banken echt verzuimd te vertellen. Althans, mij hebben ze het nooit verteld. Meneer Greven, als u ongeveer 5% toucheerde, dat is die 30 miljoen in totaal. Maal 20 kom ik op 600 miljoen voor de banken. Ja. U 30, daarvan 20 Vestia gerelateerd, 10 miljoen naar de Vries. Ja. Even allemaal lekker afronden. Ja. Vestia zelf en de huurders van Vestia, wat was hun voordeel? De lage rente, die zover ik die meekreeg van Vestia, dat zij een gemiddelde rentelast hadden van 3% en andere corporaties van 4%. Ik heb echt oprecht gedacht dat ik het goed deed voor Vestia. Heb ik echt gedacht. Maar als je... Het klinkt als een loterij zonder nieten. Ja, want... maar zo heb ik het niet ervaren in die tijd, omdat de banken nooit hebben gemeld van de enorme liquiditeitsrisico's, behalve Deutsche Bank, die wel eens tegen mij heeft gezegd dat ze in dat en dat jaar een miljard negatieve marktwaarde zou kunnen creëren. Maar de banken hebben altijd gezegd van, joh, die rente is nu zo extreem laag. Die hebben zelfs mij, maar ook corporaties gestimuleerd om nu die lange rentehedges te doen, al dan niet met opties, omdat de rente toch wel weer omhoog zou gaan. Werd letterlijk gezegd. Dus vanuit die optiek, en tuurlijk vraag ik me af van, goh, Ik heb heel veel geld verdiend. Maar de banken verdienen nog veel meer geld. En de mensen met wie ik werkte, die verdienden het ook. U zei net namelijk ook, Vestia betalen wat minder rente dan andere corporaties. Ja. Maar op lange termijn neem je dus heel veel risico's. Met name liquiditeitsrisico's die kunnen oploppen. Dat hebben we gezien. 4 miljard, de rest Vestia valt praktisch om. Ja. Dus dat is dus speculeren naar de toekomst toe. Het is... Dat is achteraf gebleken als een speculatie, ja. Maar dat was op dat moment, in ieder geval in de begintijd tot 2008, niet geheel duidelijk. Dat zulke grote risico's waren. En voor de Vries was het voor hem duidelijk? Nee, want hij heeft tegen mij verteld, en dat staat zelfs ook in het jaarverslag. En vorige week hoorde ik iets, dacht ik, nou, dat wordt verkeerd opgevat. Er staat in het jaarverslag dat ze een rente op konden vangen van min 3%. Dat houdt niet in dat ze een rente op konden vangen met een 3% daling. Nee, Marcel heeft het mij zo uitgelegd dat Vestia een negatieve marktrente op kon vangen van min 3%. En dat is goedgekeurd in het jaarverslag. En hoe dat nou in godsnaam heeft kunnen gebeuren, dat vraag ik mij oprecht af. Dat was ook een mooie vraag geweest afgelopen vrijdag aan de heer Klop. Ik snap dat niet.
Want hoe kan Vestia nou al bij 2% al zo in de problemen zijn gekomen? Dat klopt gewoon niet. En dat is toch gepubliceerd. En degene die ook wisten dat dat jaarverslag waarschijnlijk nou niet echt geheel deugdelijk was, dat waren de banken. Die hebben dat moeten weten, dat wat daar stond, dat dat niet klopte. Even voor de record hier. Vanaf wanneer ging u kickbacks, dat is het doorbetalen van fees, ja, aan de Vries? Vanaf wanneer heeft u doorbetaald? Officieel vanaf 2005. De Vries vroeg daarom, zegt u net. Ja. In het begin was er 30% van die fee die u op zo'n transactie had. Ja. Vanaf wanneer wilde de Vries de helft van de Vries? Al na 1-2 maanden of zo. Dus ook in 2005 al? Ja. En de heer Groeneveld, Jacco Groeneveld, ja, die heeft toen die 15.000 in contanten getoucheerd via Leroy van Dijk. Ja. Toen hij nog bankier bij Fortis was en ook zaken deed, ja, heeft hij toen al ooit betaald aan de heer Groeneveld? Nee. Een ander partner van FIFA? Nooit. Zover ik weet. Hij lobbyde er wel altijd om. Hij heeft zelf wel eens het gevraagd, heeft hij mij verklaard. Hij was op een gegeven moment zeer teleurgesteld over een bonus van een paar ton die hij had gekregen. Dat bedrag had hij toch voor zichzelf veel hoger ingecalculeerd. En dat hij volgens mij zelfs in Brussel is gaan vragen of hij niet een fee of een bonus betaald kon krijgen via mijn BV. Hij ging dat bij zijn werkgever Fortis vragen? Ja, zo heeft hij mij verklaard. En de uitkomst? Hij vroeg mij of ik daar problemen mee zou hebben. Ik zeg, op het moment dat jij daar akkoord officieel van hebt getekend en wel, dan heb ik daar geen probleem mee. En toen? Omdat hij, Fortis viel in een zogenaamde bonuspool. En dat moest allemaal natuurlijk heel erg sober en netjes gedaan worden. Maar hij dacht op die manier die bonuspool te kunnen omzeilen als dat via een remisé-contract ging van mij. Ik heb het gevolg is dat hij daar geen toestemming voor heeft gekregen en dat het dus ook nooit gebeurd is. Nog één vraag op dit punt. Mm-hmm. Als er zo, u zegt, mijn indruk is dat die 23 miljard totaal nominaal volume op zijn minst één keer volledig is geherstructureerd. Dat vermoed ik, ja. Zit je boven de 40 miljard, ja, aan transacties? Ja. De Vries zit er als treasurer aan de knoppen namens Vestia. Ja. En hij had dat geweldige spreadsheet om het allemaal even tot in het einde der tijden te kunnen overzien. Ja. Is dat overmoed of hebzucht dan? Als je dat op die manier oppakt, voor vele tientallen miljarden? Ja. Nog één vraag. We hebben ook Jan-Hein Gerritsen van Sensum, als ik het goed uitspreek. Ja. Sensum Finance and Treasury. Ja. Dat was ook volgens mij de organisator van het congres Public Treasury. Klopt. Is er vanuit Greven Invest BV of FIFA ook geld betaald aan Sensum? Ja. Aan die Jan-Hein Gerritsen? Ja. Waar was dat geld voor? Hij bracht transacties aan bij ons. Hij kreeg fees? Ja. Via u. En u kreeg die fees weer via de banken die de deal sloten? Ja. Kunt u een voorbeeld geven? Van zo'n transactie waar hij dan voor betaalt? Portaal. Goed, meneer Greven, ik schors deze vergadering voor maximaal 10 minuten. Dan gaan we nog even met u door. Ja? Oké, ja.
Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Die gaan ze weten nog te verknippen. Ik heropen de vergadering. Zo heet dat hier. Meneer Greven, voordat ik naar collega Bashir ga, bij Vestia de heren Staal en of Wevers, wisten die van uw contacten met de Vries? Ik denk de heer Wevers wel dat ik contact had. Die wist dat. De heer Staal denk ik niet, want die heb ik nooit gesproken. Wat zou Wevers dan weten? Weet ik niet, maar hij heeft me regelmatig bij Vestia zien lopen. Dus ik ben heel regelmatig, kwam ik bij Vestia over de vloer. En daar heb ik de heer Wevers ook gezien en me wel eens een handreven gegeven. En als Wevers dan vroeg, wie bent u? Hij wist toch wie ik was? Of? Nou ja, dat hoor ik graag van u. Nee, hij kende mij. En in welke hoedanigheid hij mij kende, dat weet ik niet precies. Maar hij was altijd heel vriendelijk van, hoe gaat het? Ik vermoed dat hij dacht dat dat vanuit Oppenheim was. Want dat wist hij zeker. Maar of dat vanuit FIFA... Ik heb wel eens aan Marcel gevraagd of ze dat wisten. En hij heeft me volgens mij wel eens geantwoord dat... Ja, dat wel bekend was, dat FIFA aanwezig was in de markt. In de markt voor Vestia? Ja. Maar wanneer was u de laatste keer fysiek bij Vestia, afgezien van het aanbieden van OM en openheid, et cetera? Wanneer was u zakelijk de laatste keer bij Vestia dat u fysiek daar op kantoor kwam? Ik denk 2010. En toen liep Kees Wevers, de financieel directeur, die heeft u toen een hand gegeven? Nee, ik weet niet precies wanneer dat is geweest, maar... Ik kwam toch regelmatig bij Vestia over de vloer in die jaren. En daar heb ik Kees Wevers nog wel eens een hand gegeven. Ja, niet veel hoor, dat praat misschien over 2 of 3 keer. Maar goed, even voor alle duidelijkheid. U kwam daar en Kees Wevers wist, u had een afspraak met treasurer De Vries. Ik wist niet of hij wist of Marcel De Vries een afspraak met mij had. Maar ik liep daar over de gang en kwam hem daar tegen. En dan gaf ik hem een handje. En u had de indruk dat hij wel wist wie u was? Ja, tuurlijk. Want ik ben in de tijd van Heten en Rut... ben ik ook al eens bij Kees Wevers langs geweest. Dus hij wist wie Arjan Greven was. Absoluut. Ook wel eens op een seminar of zo. Daar heb ik ook eens een hand gegeven. Of alles goed ging en dergelijke. En, ja, ik vraag me dat even af. Of nee, maar de heer Wevers dan niet aan u vraagt van... wat doet u hier eigenlijk? Nee, dat heeft hij me nooit gevraagd. Oké. Okay. Meneer Bashir... En wisten de heren Staal en Wevers dat u vies doorbetaalde? Of überhaupt dat u vies kreeg? Het enige wat ik weet... is dat Deutsche Bank in 2005 een briefje heeft geschreven... waarin Viva Finance wordt genoemd. Maar voor de rest weet ik niet of de heer Staal of de heer Wevers zich bewust waren... dat ik vies verdiende met Vestia. Want in de contracten die naar Vestia gingen... Stond daar gewoon zwart op wit dat er vies betaald werden of dat er geen vies betaald werden? Nee, in de officiële contracten kwamen wij niet in voor. En wat was de reden dat u daar niet in voorkwam? Dat weet ik niet, dat moet u aan de banken vragen. Heeft u daarover met de banken gesproken? Nee, over de officiële contracten heb ik nooit met de banken over gesproken. De
zogenaamde pre-confirmation, die vorige week ook uitgebreid besproken zijn. Daar is wel eens discussie over geweest met de banken. Wij hebben als Viva Finance in het algemeen aan de banken gevraagd of ze geen bedragen wilden noemen in de pre-confirmation. Dat is het enige wat wij gevraagd hebben, omdat we dat toch wat... De partijen hoefden niet exact te weten wat wij nou precies verdienden. En omdat we inmiddels ook door de banken werden betaald. En daar werd gehoor aan gegeven. Maar wij hebben nooit aan de banken gevraagd om ons volledig uit de hele bevestiging te halen. Nee. Ja. Er zijn ook banken geweest die gewoon nooit iets bevestigd hebben. Zover wij weten. Bijvoorbeeld in de bevestigingen van Fortis. Volgens mij zijn wij daar nooit, zowel in pre-confirmation als in de officiële... Wij zijn nooit ter sprake gekomen, ook niet bij andere corporaties. Ja. En de andere corporaties? Ja. Want bij Vestia was het natuurlijk een geval, apart geval, omdat ook de kasbeheerder geld van u ontving. Ja. Maar wisten andere corporaties wel dat u een fee betaald kreeg? Ik weet het zeker. De mensen met wie wij werkten bij corporatie, die wisten dat. Omdat we zaten daar natuurlijk niet voor niets. We moesten ergens geld verdienen. En wij hebben ook altijd aan de corporaties gemeld, altijd, dat wij betaald werden door de banken. En dat zij geen rekening van ons hoefden te verwachten. Dat vertelden wij natuurlijk, want zij vroegen, wat anders, wat doe je daar aan tafel? Dus dat hebben we altijd netjes gemeld aan elke corporatie, dat we betaald werden door de banken. Nou, dat vonden ze prima. Behalve aan de Vestia dan? Vestia, die wist dat ook. Ja, de persoon van de Vries. Ja, maar mijn contacten bij andere corporaties waren ook deze mensen in die functie. Ja. Ik heb nauwelijks tot nooit met bestuurders aan tafel gezeten. Altijd met de treasurers. Op een gegeven moment bent u gestopt met het doorbetalen van de vergoedingen aan de heer De Vries. Ja. Wanneer en waarom bent u gestopt met het doorbetalen? Ik ben in eind 2010 ben ik daarmee gestopt. Ik voelde me niet meer comfortabel in de situatie die ontstaan was. De bedragen werden steeds groter. Ik maakte me zorgen. Ook om Vestia. Ik wist ook. Ik vroeg me af of die betaling aan Marcel nou, of dat legaal was of illegaal. Dat vroeg ik me oprecht af. Maar ik wist ook dat in de bankcontracten bepaalde clausules waren opgenomen. Zogenaamde ISDA-overeenkomsten. Dat als er bij Vestia dingen naar voren zouden komen die daglicht niet zouden kunnen verdragen, dat de bank het recht had om één keer alles op te vragen. En dat is nou ook precies de reden geweest waarom ik in 2012 naar voren ben gestapt. Omdat ik dat dus echt niet op mijn geweten wilde hebben, dat Vestia daar in één keer mee geconfronteerd zou worden. Want u zegt van, ik maakte me zorgen, dus het was tweeledig. U maakte zich persoonlijk zorgen? Ik maakte me persoonlijk zorgen. Ik zag grote marktwaardes. Ik zag volumes die enorm toenamen. Ik vroeg mij ook af, net zoals denk ik iedereen zich nu afvraagt en u ook, liet Marcel zich leiden door het geld? Of deed hij het voor Vestia? Dat vroeg ik mij ook af. Ik had er geen antwoord op. Ondanks dat hij vertelde dat dat absoluut niet het geval was. Hij zei zelfs in 2010 tegen mij, Arjen, je bent helemaal gek dat je ermee stopt. Want als de rente stijgt, dan ga ik al die posities in één keer unwinden en kort. En een kortere positie opzetten. Dan casht hij eigenlijk de positieve marktwaarde. En dan hebben we een couponrente van 0%. En dat is natuurlijk fantastisch. En dan kun je nog een keer veel geld verdienen. Maar daar ben ik niet op ingegaan. Ik heb verteld dat me dat niet meer interesseerde. Wel dat ik hoopte dat dat ging gebeuren, maar niet het geld wat daarmee mee samengepaard ging. En waar ik me ook zorgen om maakte, en dat heb ik hem ook vaak verteld,
dat ik vond dat, zover ik dat kon beoordelen, dat de derivatenpositie van Vestia één grote kerstboom geworden was. Dus kijk, normaliter, als je een bepaalde positie hebt bij een bank, dan kun je die positie daar tegensluiten, dan ben je die positie kwijt. Maar wat ook heel vaak gebeurde, dat er een tegenpositie weer werd gesloten bij een andere bank. Dus het was, ja, ik heb ook wel eens gezegd, als jij hier weggaat, wie gaat hier uitkomen uit dit verhaal, uit die kerstboom? Ik zeg, dat kan gewoon niet. Althans, het klinkt een beetje achteraf, maar kijk, het is relatief klein begonnen en het is met name in de jaren 2008, 9 en 10 explosief gegroeid. En in 2009 heb ik al bij Marcel de Vries aangegeven dat ik plannen had, of in ieder geval van, joh, eigenlijk wil ik er wel mee stoppen. Ja. Waarop hij antwoordde dat hij in een behoorlijke relatiecrisis zat en dat hij geld nodig had voor zijn verbouwing en dergelijke. En ik heb me over laten halen om nog even verder te gaan. En op een gegeven moment bent u wel gestopt. Hoe heeft u dat afgewikkeld? Nou, ik heb volgens mij begin 2010 gezegd tegen hem dat ik ging stoppen. Daar was hij, laat ik zo zeggen, redelijk verbolgen over. Hij heeft mij even proberen onder druk te zetten door te zeggen dat hij bepaalde dat er wanneer er gestopt werd. Want hij zag Viva Finance eigenlijk wel ook als zijn bedrijf. Hij had me geholpen. Ik moest dankbaar zijn, wat ik ook lange tijd ben geweest. Maar ik kon niet zomaar stoppen. Dat was natuurlijk uit den boze. Dat is de eerste keer dat ik redelijk uit mijn slof ben geschoten en gezegd dat ik zeg, nou, je kunt hoog en laag springen, maar ik stop ermee. En het enige wat ik tegen hem heb verteld, weet je, oké, we spreken af, eind 2010 stoppen we ermee. En wat hij ook vroeg, vanwege het feit dat hij zich ook min of meer eigenaar ook voelde van Viva Finance, vroeg hij een afkoopsom van 5 ton. 500.000 euro. Ja. En dat heeft hij toen ook betaald? Uiteindelijk, eind 2010, heb ik hem dat ook betaald. Ja. En dat heb ik ook gedaan omdat hij zei van, ja, weet je, als jij in de toekomst nog met Vestia ook zaken wil blijven doen, en dan laat ik je niet vallen, laat ik het zo zeggen. En daarna heeft hij nooit meer fees betaald, ook niet in contant? Daarna contanten. Heb ik geen fees meer betaald, nee. Ook niet buiten je boeken om? Het kan zijn dat ik misschien nog eens een paar duizend euro in 2011 aan hem heb gegeven. Maar dat zijn hele kleine bedragen geweest. En waarom heeft u dan in 2011 nog een paar duizend euro gegeven? Ja, omdat hij dat vroeg. Van, god, ik heb even nog wat geld nodig of zo, of iets in die trant. Maar dat zijn... En dan ging het vrij snel al een paar duizend euro. Ja, dat is echt heel weinig geweest. Ja. Dus u zegt van, na 2011 heb ik, na 2010 heb ik een keer, ja, het wat zou... contant geld gegeven. Ja. En het was maar een paar duizend euro, niet meer. Ja. Meneer Greven, u bent lange tijd doorgegaan met betalen van vergoedingen, het overmaken van vergoedingen. Ook contant heeft u betaald. Ja. En u zegt van, ja, ik was me niet bewust van dat strafbaar was. Nee. Want als ik hier u voor mij heb, dan komt u over als een slimme man. Oké, dank u wel. Die weet hoe het zit. Mm-hmm. En dan kan ik mij niet voorstellen dat u niet weet dat dit strafbaar was. Nou, ik twijfelde daaraan. Omdat ik... Kijk, ik heb het niet als omkopen beschouwd. Ik heb altijd gedacht, als iemand omgekocht moet worden, dan biedt iemand geld aan. Van hier heb je geld. En ga jij dat voor mij doen? Maar dat was in mijn beeldvorming niet het geval. Hij vroeg mij geld. En wat ook nog zo was, is dat van tevoren niet duidelijk was als er een transactie werd gedaan over het algemeen wat eraan verdiend werd. Was niet helder. De banken gingen over het algemeen achteraf bepalen wat ik kreeg. Dus het is niet zo dat ik upfront tegen Marcel de Vries zei van, als je dat en dat doet, dan krijg je 50.000 euro. Dat heb ik nooit gedaan.
Hij vroeg aan mij geld aan de hand van de winsten, de omzet die ik draaide. Ja. Ik heb het altijd zo ervaren dat ik de helft van mijn winst aan hem moest afstaan. Zo heb ik het ervaren. Dus ja, en hoe dat juridisch in omkopen en dergelijke zit, ja, dat. Laat ik zo zeggen, het was een. Ik vond het een twijfelgevalletje, om het zo maar te zeggen. Of een twijfelgeval. Want het ging natuurlijk wel om grote bedragen. Absoluut. Maar terwijl u zegt wij adviseerden niet, wij bemiddelden niet. We brachten een klant aan bij een bank. Ja, wij bemiddelden wel. Wij informeerden zowel de corporaties als de banken. Ja, heeft u het nooit raar gevonden dat banken zulke grote bedragen aan u te betalen? Nee, toen niet. Omdat de banken het zelf ook verdienen. En wat ik straks ook al vertelde, de mensen met wie ik werkte bij die banken verdienden het ook. Ik weet ook dat bepaalde medewerkers ook een miljoen bonus kregen. Ik heb wel eens te horen gekregen dat Deutsche Bank in één jaar 50 miljoen verdiende in één jaar op Vestia. Nou, daar zaten ook meerdere medewerkers die daar, was Hosanna. En ook de baas daarvan. Dus ik vond mijzelf dan ook, en dat zeiden de banken zo ook wel eens, wij waren onderdeel van het team van die banken, om dat goed weg te zetten. Zo heb ik dat toen zo ervaren. Achteraf gezien kun je daar natuurlijk wel vraagtekens bij zetten. Maar ik wil nog wel even duidelijk maken, weet je, het is heel veel geld geweest, maar ik ben het nu ook kwijt. Dus ja. Want waarom bent u het kwijt? Ik verwacht niet dat ik veel ga overhouden na dit hele verhaal. En op het moment dat ik naar voren stapte, wist ik dat ik mij zowel strafrechtelijk als financieel zeer kwetsbaar op ging stellen. Dat wist ik. En we merken wel hoe het afloopt. Want u bent uiteindelijk naar voren gestapt. U bent naar het Openbaar Ministerie gegaan. Ja. En wat was daar primair de reden voor? De primaire reden voor mij was, wat ik u straks ook al vertelde, dat ik mij bewust was. Ik was mij inmiddels bewust dat ik mij schuldig had gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping. En dat dat dus fraude is. En ik mij ook bewust was, of in mijn herinnering wist ik dat ik weet niet of alle bankcontracten zo waren, maar ik had wel eens gehoord of opgevangen of wel eens die regels gezien wat nou opvraagclausules van banken zaten. En fraude was daar eentje van. En ook al had het maar in één bankcontract gestaan, als één bank in één keer mag kollen, dan is het een regel dat alle banken het mogen. Dus op het moment dat dit voor Vestia onverwachts naar voren was gekomen, was Vestia op dat moment in één keer failliet gegaan. Omdat ze zich daar niet op hadden kunnen voorbereiden. En dat trok ik niet. Dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. En uw eigen persoonlijke leven, had dat ook ermee te maken? Dat u dacht van, ik wil zeg maar wat. Natuurlijk heeft mijn persoonlijke emotie hier een rol in gespeeld. Ja, absoluut. De persoonlijke emotie bedoel ik, maar uw persoonlijke situatie. Dus om het heel ordinair te zeggen, het schoonvegen van je eigen straatje. Ja, ik kan me voorstellen dat dat gedacht wordt. Maar dat is niet mijn intentie geweest. Want ik veeg mijn eigen straatje niet schoon. Ik vertel gewoon hoe het gegaan is. En als ik mijn eigen straatje schoon had willen vegen, dan had ik toch ook hele andere verhalen op kunnen hangen. Maar ik ben van begin af aan, heb ik geprobeerd, zowel richting de Field, maar ook tot twee keer toe, bij de Brouw en bij Houthof, heb ik zeer uitgebreide gesprekken gehad en verklaard hoe alles is gelopen is. En daar zijn ook uitgebreide verslagen van gemaakt, per bank zijnde. Met name bij Houthof. Ik hoop ook dat die verslagen bij u in bezit zijn. Want dan kunt u heel duidelijk beeld krijgen wat de banken daar nou precies gedaan hebben. Dus ik heb geprobeerd
om te helpen om dit weer enigszins in goede banen te leiden. En dan komt natuurlijk automatisch de vraag, voel ik mij dan verantwoordelijk dat ik dat allemaal heb gedaan? Nee, daar zijn we nog niet voor. Oh, dat komt zo nog. Goed. Maar wie weet komt er zo meteen. Ik heb nog een paar vragen. Ja, oké. Over hetgene wat u bij het Openbaar Ministerie heeft verteld. Mm-hmm. Kunt u verklaren dat u alles hebt verteld aan het Openbaar Ministerie? Nou, alles wil ik niet zeggen, maar dat weet ik niet. Alles, wat is alles? Alle ik relevante dingen die... Ik heb geprobeerd om alle relevante dingen die met Vestia te maken hebben, om dat te vertellen aan het Openbaar Ministerie. En ook hier en ook aan de advocaten van Vestia. Ik geloof niet, als ik, ja, misschien dat er nog dingen zijn die wel relevant zijn, maar ik zou het nu even niet weten. Kunt u ook verklaren dat u alle betrokken actoren, alle corporaties en alle betalingen heeft gemeld bij het Openbaar Ministerie? Ja. En dan tot slot in dit verband. Zijn er in dit verband nog feiten, namen van personen of organisaties die in dit openbare verhoor niet aan de orde zijn geweest, maar die voor onze parlementaire enquêtecommissie wel relevant zijn? Jazeker. Kunt u die afgaan voor ons? De banken. Ik mis gewoon al die banken. Waar zijn al die Londense heren? Die zie ik niet hier. Het is misschien ook heel moeilijk om ze hier aan tafel te krijgen. Maar kijk, ik zie dat er volgende week de ING, nou, speelt geen rol. Lijkt mij een klein rolletje in dit hele verhaal. Dat is deze week. Of deze week, ja. Excuses, deze week. Ze hadden niet veel posities. Dus ja, ze proberen mooi weer te spelen misschien. Maar waarom, als ze zich dan zulke grote zorgen hebben gemaakt, waarom hebben ze zich niet ergens gemeld bij DNB of AFM of iets dergelijks? Dus ja, wat is dat waard dat ze nu zeggen van kijk eens hoe goed wij zijn. ABN AMRO, die heeft de Fortis portefeuille, dus die is daar verantwoordelijk voor. Dus dat is een hele goeie. Maar dat die gestopt zijn, is in mijn beeldvorming, heeft dat te maken door het samenvoegen van de Fortis en de ABN AMRO portefeuille. En dat ze toen dachten, jeetje, dat is veel. Die hadden ze niet zien aankomen. En de Rabobank, weet ik niet. Maar de hoofdverantwoordelijke in dit hele verhaal, die absoluut met het meeste geld er vandoor zijn gegaan, dat zijn toch de banken in Londen. En die zie ik niet. En die zie ik ook niet bij de Field. En die kritische houding richting die partijen, die ik vind ze niet terug. Want ze hebben ten eerste hebben ze hun ogen gesloten voor het feit dat ze minimaal wel een groot vermoeden kunnen hebben van mijn onzakelijke relatie met Marcel de Vries. Ze hebben het nooit gevraagd, dus kunnen ze ontkennen van we wisten het niet. Of mijn naam is Haas. En ik vind ook dat zij uiteindelijk het meeste geld hebben verdiend. En ook uiteindelijk zijn het juist die partijen geweest die enorme grote exotische posities bij Vestia naar binnen hebben gepompt. Ter meerdere ere glorie van hun eigen balans. Want ze konden die posities heel goed gebruiken, werd me ook letterlijk gezegd. Er zijn maar zeer weinig partijen die dit soort grote optieposities verkochten aan de bank. En die konden ze zelf heel goed gebruiken, zeker in de kredietcrisis, om eigen posities weer allemaal af te dekken. En de tegenposities die zij met name weer hadden bij Nederlands pensioenfondsen. Dus dat was briljant voor ze. Dat hebben ze ook zo gezegd. En ze hebben af en toe natuurlijk wel eens geroepen van gaat dat wel goed tegen Vestia, maar ze zijn gewoon doorgegaan, ook in 2011. Begrijp ik, maar ik heb het ook gedeeltelijk meegemaakt. Hebben ze enorme grote optieposities ingenomen om die indexswaps allemaal eruit te werken. Ja, die indexswaps, daar zouden we wel eens vragen over kunnen krijgen. Dat is niet helemaal chic. Dus die zijn er allemaal uitgewerkt. Er was er volgens mij geen één meer toen alles naar boven kwam. Maar daar zat zo'n grote negatieve marktwaarde in. En dat hebben ze, ja, dat moest ergens vandaan komen. Dat hebben ze met bizar grote optieposities hebben ze dat gedaan. Ja, ik heb iets niet goed gedaan, absoluut. En maar waar zijn dat soort heren die ook met een miljoen bonus per jaar aan de haal gingen?
En ik denk zelfs dat er binnen de banken gewoon kleine groepen waren die ook hun eigen bazen misschien het bos instuurden. Dat zou zomaar kunnen. Meneer Greven, ja. Ik geef nu het woord weer terug aan de voorzitter. En ja. Wellicht vraagt hij ook nog naar uw verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Dank, collega Bashir. Kijk, het openbaar verhoor met u, meneer Greven, heeft natuurlijk ook een doel om te kijken wat we verder met die informatie kunnen. Ja. En onze commissie maakt een zeer zorgvuldige afweging. Wie we allemaal in een zeer uitgebreide onderzoek, inclusief alles wat we al hebben gedaan, alles wat we al weten, ja. Wat we daarmee doen. Ja. We gaan ook nog een eindrapport schrijven. Er komt een heleboel keiharde informatie in. Ja. Meneer Greven, die 500.000 euro ja. Die u toch op de valreep nog eventjes overmaakte naar Marcel de Vries. Ja. Hoe, waar en wanneer zijn die centen overgeboekt? Ik denk in november en december 2010. In twee bedragen van 250.000 euro. Van de ene Nederlandse bankrekening naar de andere Nederlandse bankrekening? Ja, naar zijn bankrekening waar ik altijd geld naartoe heb overgemaakt. En dat was een bankrekening bij ABN AMRO. En u zelf? Dat stond bij u op de rekening, op een andere bij de rekening? Bij de Rabobank, ja. Nooit vragen gehad van banken? Nooit. Ik heb nooit vragen gehad van de Belastingdienst, nooit van mijn eigen accountant. Er zijn nooit vragen gekomen. Marcel de Vries zei altijd tegen mij dat hij zijn neveninkomsten keurig opgaf bij de Belastingdienst. Dat is ook gebeurd, heb ik begrepen. Uit het strafdossier zie je dat er een ambtenaar in januari 2012 informatie heeft gekregen van de Belastingdienst dat Marcel de Vries 10 miljoen aan neveninkomsten had opgegeven. Die informatie is doorgespeeld naar een hele hoge ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken die vervolgens de minister heeft geïnformeerd. Maar zover ik uit het strafdossier kan lezen, is daar met die informatie niets gebeurd. Er is geen onderzoek of dergelijke op dat moment gestart, zover ik dat kan bepalen. Een van de belangrijkste redenen, meneer Greven, dat u hier zit, is het feit dat u die zogenaamde kickbacks heeft doorbetaald aan meneer De Vries. Ja. Die treasurer was bij een woningcoöperatie. Ja. Laten we dat even met z'n allen voor ogen houden. Een woningcoöperatie die opereerde in het publieke domein, sociale volkshuisvesting. We zien hier, zoals u het zelf noemde, een kerstboom van allerlei financiële rariteiten. Ja. Wat is nou uw eigen verantwoordelijkheid om aan te sluiten bij de vraag van collega Bashir? Heeft met dat doorbetalen van De Vries, heeft hij nu het zelf bijgedragen aan het in stand houden? Ja, dat en is zelf het toucheren van onvoorstelbare bedragen. Heeft hij niet zelf bijgedragen aan het in stand houden van deze kerstboom die uiteindelijk is ontworteld bij de storm in 2012? Dat, hier draait alles om, wat mij betreft, in mijn persoon. Heeft Marcel zich laten leiden door het geld? Of stonden de belangen van Vestia voorop? Die vraag weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Dat is De Vries, maar nu u zelf? Maar ik heb het hem wel gevraagd. En ik heb heel veel geld verdiend. Maar wat ik u net al zei, ik verwacht dat ik daar niet veel van overhoud. Maar dat ik vond het in die tijd goede producten. Achteraf, in de loop der jaren, met name met bepaalde index trades, ging ik wel mijn vraagtekens zetten daarover. Dat heb ik ook aangegeven bij de banken. Maar ik ben lange tijd trots geweest op het feit dat Vestia als voorbeeld werd gezien als zo moet het. Dat werd door alle betrokken partijen, banken, toezichthouders, dat werd overal zo gemeld. Dus ik draaide daarin mee en ik was daar trots op. Ik verdiende er veel geld mee, maar het was blijkbaar, en dat is voor mij een heel belangrijk gegeven geweest, het was blijkbaar ook goed voor de corporatie. En dat ik veel geld verdiende, vond ik ook normaal, omdat de banken het ook verdienden. Iedereen verdiende met corporaties veel geld, tot de overheid aan toe. Dus
Tuurlijk heb ik me dat afgevraagd. Kon ik me dat nou verantwoorden? Maar op het moment dat het allemaal goed ging en dat het goed was voor de corporatie en dat het zulke enorme besparingen opleverde, waardoor Vestia ongeveer elk project kon oppakken wat ze tegenkwamen, dacht ik, nou ja, dan is dat te verantwoorden. Nu, maar dat is altijd achteraf, maar we zitten hier toch om de situatie te bekijken hoe dat nou allemaal gelopen is. Nu denk ik, nee. Ik kan de vraag niet beantwoorden als Marcel de Vries zich door geld heeft laten leiden. Dan voel ik me daar verantwoordelijk voor. Als dat niet het geval is, dan weet ik het niet. Maar dan hoop ik dat alle betrokken verantwoordelijken niet lopen te draaien zoals ze afgelopen week hebben gedaan. Ze denken allemaal aan hun eigen hachje, aan hun eigen geld. Want daar gaat het om. Ze zijn bang om hun geld kwijt te raken. En dat heb ik gelukkig niet zo meer. Dat ik daar bang voor ben. Daarom kan ik open spreken. Want ik heb die angst niet meer. Maar ik zie afgelopen weken een hoop mensen draaien en mieren en gewoon geen antwoord geven op de vraag. En dat vind ik spijtig. Ik hoop dat iedereen gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt. Punt. Voor zo'n debakel. Maar ik probeer dat ook. Toch nog één keer, meneer Greven. Vestia viel uiteindelijk praktisch om. Ja. Het onvoorstelbare astronomische bedrag van 2 miljard euro is weg. Ja. Nooit meer beschikbaar voor huurders of wijken. Nee. Als u dat nou achteraf dan weet, ja. Had u dan eerder moeten stoppen met uw fee-circus? Ja, ik had in 2009, toen ik de eerste signalen kreeg dat het behoorlijk mis zou kunnen gaan. Want er wordt inderdaad heel makkelijk gedacht over die kleine 800 miljoen die ze al negatief stonden, terwijl dat... Ze hebben nog veel hoog. In december 2008 was het bedrag echt nog wel een stukje hoger als 762 miljoen. Maar daar had ik wat harder voor mezelf moeten optreden. Maar ik was Marcel de Vries ook dankbaar. Waar kunnen we dat uithalen dat het bedrag nog veel hoger was? Negatieve marktwaarde? Omdat 4 december 2008... in de Lehman crisis klapte die rente zodanig in elkaar dat zij die dag echt wel meer negatief hebben gestaan dan 762 miljoen. Want daarna is de rente tot balansdatum verder opgelopen. Ik denk dat ze daar een miljard negatief hebben gestaan. Dus op balansdatum was het minus 762 miljoen, zegt u? Ja. Meneer Oskam. Althans, zover ik dat heb gehoord en kunnen bepalen. Alles wat ik, veel dingen die ik hier vertel, is mij verteld door Marcel de Vries. Meneer Oskam heeft ook nog een vraag voor u. Ja. Ja, meneer Greef, ik heb het zo eens 2,5 uur aan zitten horen. Mm-hmm. En wat heel goed is dat u open kaart speelt, dat u namen en rugnummers noemt. Dat heeft u ook bij het Openbaar Ministerie gedaan. Mm-hmm. Dat betekent dat u te boek staat als spijtoptant in deze zaak. Mm-hmm. Dat geeft u veel sympathie in de sociale media, anders dan de andere getuigen die draaien. Uiteindelijk zal de commissie, ondanks dat mensen draaien, ook hun eigen conclusies trekken. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Okay. Wat vooral vandaag blijft hangen, mm-hmm. is dat wat u vertelt, dat het ontluisterend is. Mijn collega Mulder zei dat net even in de pauze. Het is ontluisterend wat hier gebeurt. En die derivaten, dat waren producten om renterisico's af te dekken. Ja. Maar het is natuurlijk not done om giftige, speculatieve, exotische producten te verkopen aan woningcorporaties die opgebouwd zijn uit maatschappelijk geld. Mm-hmm. En wat ook al aan de orde gekomen is in dit gesprek, het is eigenlijk meer een soort samenvatting, is dat die kickback-vergoedingen, dat die natuurlijk in de fraudesfeer terechtkomen. Daar heeft u nu ook zelf last van. Ja. Mijn collega Bashir die noemde het al, denk ik, terecht. Er gaat een perverse prikkel vanuit. Hoe de Vries ook dacht, die prikkel die blijft bestaan. Ja. En het betalen van kasgelden aan mensen die ook meedoen in dit spel, in dit circus. Mm-hmm. Ja, dat maakt u, maar ook anderen chantabel. Ja. Nou is het zo in Nederland dat je snel geld mag maken. Want we kennen ook de voetbalmakelaars en die maken ook in een paar uur tonnen. Mm-hmm. Maar juist in dat kickback verhaal is dat niet toegestaan. Als ik dan even snel een rekensom maak, dan heeft uw bedrijf 30 miljoen getoucheerd. Mm-hmm. Waarvan 20 miljoen Vestia gerelateerd. Nou, dat geloof ik ook wel. Ja. Omdat u zelf noemde, het zit ongeveer 70% in mijn omzet, is Vestia gerelateerd. Ja. 10 miljoen daarvan heeft u aan de Vries betaald. Dus is mijn conclusie, u bent multimiljonair.
Mm-hmm. Nou is er één zin die twee keer terugkwam en die mij enorm raakte, maar ook triggerde. Mm-hmm. Dat u zei, ik geloof niet dat ik er veel aan ga overhouden. Ja. En dat zal ongetwijfeld met de strafzaak te maken hebben die u boven het hoofd hangt. Mm-hmm. We zullen daar inhoudelijk niet over ingaan. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het Openbaar Ministerie beslag heeft gelegd. Dat klopt. Nou, 2 miljard schade, zei de voorzitter al, voor Vestia, de sector en de huurders. Ja. De banken en de intermediairs die hebben er goed aan verdiend. Ja. U kreeg het geld van de bank. Ja. De bank kreeg het geld van Vestia. Die hebben veel te veel aan die banken betaald. Dat heeft u ook zelf als conclusie getrokken. En mijn vraag is nou, wie heeft er nou recht op dat geld wat u heeft gekregen? Vestia. Dus als de rechter dadelijk zegt van nou, u wordt vrijgesproken, het zou zomaar kunnen, mm-hmm. dan geeft u dat geld aan Vestia. Die kans is vrij groot, ja. Okay. Ik heb verder geen vraag. Dank meneer Oskam. Meneer Greven, er is veel gewisseld vandaag. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.